uit de havens van Amsterdam en Middelburg. Daar komen de meeste zeilschepen vandaan die op weg gaan naar West-Afrika. Eerst zijn ze van de West-Indische Compagnie, die het monopolie heeft. Maar dat verandert in 1730. En dan grijpt de Middelburgse Commerciecompagnie haar kans. Net als allerlei kleinere ondernemingen. En binnen mum van tijd groeien de Zeeuwen uit tot de belangrijkste slavenhalers van ons land. Van iedere 10 schepen die naar Afrika gaan om slaven te halen, komen er 8 uit Zeeland. Hoe komt het nou dat die Zeeuwen zo prominent aanwezig zijn in de slavenhandel? De Zeeuwen hadden de ervaring al van de eeuw daarvoor, uit de 17e eeuw, om zich met de risicovolle takken van sport bezig te houden. Ze waren prominent aanwezig, veel ervaring in de kaapvaart. Ze hadden zich als smokkelaars, als lorredraaiers al aan de kust van Afrika vertoond, hadden daar ervaring in. En ze zijn er in de 18e eeuw voluit in doorgegaan. En daarbij kwam dat ze uit de reguliere handel, dus de OC-handel op hout en graan, eigenlijk door Amsterdam al uit de markt waren gedrukt. Dus het was ook een kwestie, ze moesten wel. En Amsterdam speelde liever op safe en lieten het risicovolle werk aan de Zeeuwen over, die daar flink ingesprongen zijn en hebben er ook flink aan verdiend. Dit was dus het centrum van de macht van de Middelburgse Commerciecompagnie. Hier zat de directie in dit gebouw. Klopt. Dit bovenverdieping, Sint-Jorisdoelen, het clubhuis van de Sint-Jorisgilde. Daar hebben ze een tiental jaren vergaderd en hun plannen uitgebroed en het beleid van de compagnie bepaald. Dit is een mooi voorbeeld hier, het huis, de bocht van Guinea, verwijst naar de bocht van Afrika waar de vroegere goudkust lag. De kust waar de slaven werden opgehaald. Ik heb zelf enige tijd in het huis gewoond en dat het iets met slavernij te maken heeft, dat was wel bekend in de buurt. Want er kwamen gelijk een stel jongetjes naar me toe gelopen. Dus van, meneer, er zitten nog slavenkettingen in uw kelder, hè? Ja, dan konden ze geruststellen dat dat niet was. En dat er nooit slaven zijn geweest, maar dat het huis iets met slavernij te maken had. Dat was toch wel doorgesiepeld in het huidige Middelburg. Een onbekend slavenschip tegemoet met vreemde blank aan boord. Hij had natuurlijk geen idee wat er met hem ging gebeuren en of hij ooit nog zou terugkeren. Heeft hij overwogen om te vluchten? Hier zou het nog kunnen. Middelburg was een wereldhaven in die tijd. Dus er kwamen hier veel zeelieden uit alle windstreken. Ja, want 40% van de scheepszaak kwamen uit het buitenland. Ja, klopt. En we zien hier bijvoorbeeld van de commerciecompagnie het scheepsboek. Dat gehouden is op het schip Prins Willem V. De matroos Adam Harper uit Londen. Evert Champion uit Bristol. Elseneur ligt in Zweden. Bergen in Noorwegen. Een van de Baltische Staten. Deze mannen hebben werk gevonden op het schip van welke kapitein? Adriaan Jacobsen van Ter Veren, dus uit Veren. Slavenkapitein Adriaan Jacobsen dus. In het Zeeuwse Veren ontmoet ik Mario Jacobsen. Een nazaat van de man die honderden slaven vervoerde. Ah, Mario, kom erin. Haar voorvader Adriaan maakte in het midden van de 18e eeuw 10 slavenreizen naar Afrika. In opdracht van de Middelburgse Commerciecompagnie. Kijk, hier is dan het familiemapen. Hij was de deken. De schietclub? Ja. Het wapen is zee en land, hè? De koornschoven en de schelpen. Ah, schelpjes en koorn. Ja, Sint-Jacobschelpen. De naam is Jacobsen, dus Sint-Jacobschelpen, maar dan zee en land. Oké, dus tussen zijn slavenreizen door was hij lid van een soort schietclub. Ja. Is er nog een afbeelding van hem bewaard gebleven? Niet van de kapitein, maar wel van zijn zoon. Dit is heel erg leuk eigenlijk. Want, kijk. Dus er is een sneltekenaar gemaakt. En waar staat de zoon van de slavenhaler? Hier, onderaan.
Jacobsen. Nummer 18, Jacobsen. Daar, met zijn grote neus. Grote neus? Grote neus, net als mijn vader had. Ja, precies. Ja, ja, ik herken het. Ja. U herkent echt grappig. Nog familietrekken? Ja, 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 ik zie het echt. In deze print? Ja, dat is heel grappig. Dat zijn behoorlijk wat spullen. Ja, nee, dit zijn dus de stukken die Adriaan Jacobsen mee moest nemen als hij op reis ging naar Angola en verder naar Suriname. Het zijn wel stukken uit het archief van de Middelburgse Commissiecompagnie. Ja, als je op reis gaat, neem je een paspoort mee. Dus nou, dit kreeg hij. Dit was zijn paspoort? Ja, dit is zijn paspoort, ja. Prachtig. Dat is een zegel. Een zegel van de stad Middelburg eronder. Kijk, en dit waren de producten die ze ruilden tegen slaven? Ja, 25 lange halve fijn geweer. Deze is ook aardig. 300 slavenijzers. Dus het gaat dan om kettingen om de slaven vast te binden in het ruim. Dus die werden al vanuit Nederland meegenomen? Ja. Het is ook bekend hoor, dat er ook smeden in Veren waren die daar ook geld mee verdienden. Met die gewoon slavenijzers maakten, ja, 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 voor de kapiteins. Ja, dus eigenlijk zo'n hele maatschappij, ja, die verdiende daar ook aan. Hè. Ja. Van de slijters en de wijnkopers tot de smeden. Elk schip dat uit Middelburg vertrekt telt gemiddeld 40 bemanningsleden. Waaronder een kok en een timmerman. De reis naar de kust van West-Afrika duurt 2-3 maanden. Henk, de Nederlandse schepen die voeren hier soms wel maandenlang voor de kust. Hè? Waarom zo lang? Dat had te maken met dat ze slaven moesten innemen. En telkens kwamen er maar 2, 3, 4 slaven aan boord. Je kon dus niet een hele scheepslading met slaven innemen. Maar je moest echt plukjes slaven langs de kust innemen. En waar waren die slaven dan? Nou, die werden aangebracht hier aan de kust. Die kwamen uit het binnenland door Afrikaanse handelaren. En die verkochten ze dan aan de Europeanen, aan de Nederlanders. Soms gingen ze met een kano naar het schip. Soms ook kwamen die Nederlanders met een boot naar het strand toe. En dan werden hier de slaven gekocht en naar het schip vervoerd. De scheepsarts keurde de slaven op het schip. Het kon ook wel zijn dat hij dat aan de kust deed, ja. Maar meestal gebeurde dat op het schip. En de slaven die afgekeurd werden, die moesten dan weer terug naar de kust. Henri Galandat was zo'n scheepsarts. Hij schreef er zelfs een boek over. Ja, dat boek dat heette Onderrichtingen der slaafhandelaren. Scheepsarts Galandat heeft allerlei tips. Zo mag een slaaf niet ouder zijn dan 35 jaar en geen grijs haar hebben. Heeft hij koorts, geelzucht, scheurbuik of verstoppingen in de lever, dan zal de verkoper doen alsof de slaaf zeeziek is. Aan de andere kant is de slaaf soms niet ziek, maar zo angstig dat hij het benauwd krijgt en een verwilderd gezicht heeft. Zo erg dat het lijkt alsof hij een zware koorts heeft. Dat komt omdat hij denkt dat hij doodgemaakt zal worden en opgegeten door de blank. Op zo'n schip heeft mijn voorvader gezeten. Goedgekeurd en gebrandmerkt. Ik heb een afspraak met Leo Balai. Gepromoveerd als historicus op de Leusden. Een schip dat halverwege de 18e eeuw 10 slavenreizen heeft gemaakt. Hey Leo. We staan hier op de boot, het schip, de Batavia in Lelystad. Maar lijkt dit een beetje op het slavenschip de Leusden waar je die hebt bestudeerd? Ja, het lijkt uiterlijk op de Leusden. Het waren schepen uit dezelfde tijd eigenlijk. En de slaven die bevonden zich onder dit dek, hè, in het ruim. Soms waren 700 mensen, 750 mensen. Maar de mannen en de vrouwen waren gescheiden. Dus er werd een tussenschot gemaakt. Dus de vrouwen zaten aan de achterkant en de mannen aan de voorkant.
Ze werden twee keer per dag gelucht en ze waren allemaal naakt. In zo'n ruimte moet mijn voorvader maanden hebben doorgebracht. Met heel veel mensen, zonder frisse lucht. Ik krijg het nu al benauwd. Voordat een schip vertrekt uit Afrika, wordt het vertimmerd en klaargemaakt voor het transport van de slaven. Deze ruimte was wat men tijdens de slaventijd het slavenruim noemde. Dus hier sliepen de mensen, hier brachten ze een groot deel van de tijd door. Overdag gingen ze naar boven natuurlijk naar het dek om te eten, maar hier was de ruimte waar mensen soms 3 tot 6 maanden lang moesten verblijven, in deze kleine ruimte. De mensen waren aan elkaar geketend, 2 aan 2, met dit soort kettingen. Dus dat ging om hun enkel en bij de ander ook om de enkel. En dan moest je de hele reis door, aan deze ketting was je dan vastgebonden. Bovendien had je in het midden van de ruimte, op verschillende plekken, had je tonnen waar de mensen hun behoefte konden doen 's nachts. Dus als je dan met iemand, je was aan elkaar geketend en dan moet je je voorstellen, ben je met z'n tweeën aan elkaar vastgebonden en dan moet er één naar die ton. Dus dat was kruipen over de andere slaven heen, gescheld, vechtpartijen, men beet elkaar, men krabde elkaar. Dus het was een sfeer alsof je in de hel terecht was gekomen. Zoveel mensen in zo'n kleine ruimte. Dat kan toch niet anders dat er een hoop ziektes waren? Dat was ook een van de grote problemen. Hè? Men had bijvoorbeeld een ziekte, noemden ze de bilsjes of de loop. Dat was een gruwelijke ziekte waar iedereen aan dood ging. En met name die slaven hadden daar last van. Want dan kreeg ze een soort van diarree. Maar hun anus bleef dan openstaan. En dat liep natuurlijk door. Het was een hele smerige bezigheid. En om dat te stoppen, stopte men soms stukjes uitgeplozen touw bij die mensen naar binnen. Om de zaak te stoppen. Maar het hielp niet hoor, want ze gingen toch dood. En dat was de grote vrees van alle kapiteins op slavenschepen. Als er maar geen besmettelijke ziekte uitbrak. 1600 Nederlandse schepen met bijna 600.000 slaven maken de overtocht naar de nieuwe wereld. Naar de voormalige Nederlandse Antillen en naar Suriname en omgeving. In totaal hebben er 35.000 Europese slaventransporten plaatsgevonden, met 12 miljoen Afrikanen aan boord. Nooit, maar dan ook nooit, gingen er zoveel mensen over zo'n lange afstand op transport. Gedwongen, als gevangenen. Als men een schip wilde uit laten varen voor slavenhandel, dan berekende men van tevoren, je hebt voor een slaaf heb je 1,70 meter bij 60 centimeter bij 50 centimeter nodig. En dan wist je hoeveel slaven je maximaal kon meenemen op een schip als je de lengte en breedte van het schip kent. Dus zo ging men te werk. En daarom lukte het ook om heel veel mensen op een schip mee te nemen, omdat men een kleine ruimte, sommige mensen zeggen de ruimte die je in een doodkist hebt. Dat was de ruimte die je als slaaf aan boord van het schip had. Dit is een hele beroemde tekening van het schip de Brooks. Ja. Hier zien we hoe de slaven waren ingedeeld op het schip. Elke ruimte, elke centimeter wordt benut. Is dit een reëel beeld? Dit is een excess, dus het is misschien wel een reëel beeld, maar dat kwam een hele enkele keer voor. Meestal ging het anders. En dat is ook wel begrijpelijk, want als je zo mensen vervoert, dan komen er vaak niet zoveel mensen levend aan de andere kant van de oceaan. En dat was natuurlijk wel de bedoeling van de slavenhandel. Thank you.
Het leven op de slavenschepen is hard. Keihard. Maar ook op de vaste wal is er in de 17e en 18e eeuw niet bepaald sprake van een aasparadijs. Gevangenen en landlopers krijgen een brandmerk. Net als slaven. Als je een misdrijf begaat, loop je de kans om te worden opgehangen. En homo's riskeren openbare wurging. Het gewone volk heeft de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Het leven is eigenlijk alleen een feest voor de rijken, de elite, die geld verdienen als water. Bijvoorbeeld aan het handelen in slaven. Ineke de Groot studeerde af op Koopstad en Rochussen. Een groot Nederlands bedrijf dat handelde in slaven. In de periode tussen 1747 en 1775 beleefden deze Rotterdamse slavenhalers een toptijd. Ineke, wat waren dat nou voor mannen, die Koopstad en Rochussen? Zij behoorden tot de elite van Nederland. Je moet het zien, het is een piramide, de bevolking. En dat bovenste topje, 3-4%, waren hele rijke kooplieden. En helemaal aan het topje, daar stonden dus de regenten of patriciersfamilies. En daar behoorden zowel Herman van Koopstad als Isaac Jacobus Rochussen toe. Dus dat waren de mannen die echt besloten wat er in Nederland gebeurde? Of ja. in de Republiek, hè, destijds. En natuurlijk heel veel personeel, koetsen, rijtuigen. Dus het huis was belangrijk? Het huis, nou, dat zie je hier, hoe prachtig dat is. En dan was je heel rijk als je in zo'n huis woonde. Hier kon je iemand ontvangen? Hier kon je echt iemand ontvangen. En daar ging je dus niet af. Nee. Ja. Kijk, hier kun je zien hoe die elite eruit zag. Uiterlijk vertoon was heel belangrijk. Je ziet prachtige kleding met moest kijken wat zijn, wat prachtige stoffen. Pruiken, schoeisel, hoe de kinderen wel doorvoed ze zijn. Nou, dat was wel wat anders dan het gemene volk. Want maar, hoe liep het volk erbij? Nou, een beetje wat wij nu zouden zeggen, een beetje lompen. Ja, als je dat dan vergelijkt met wat ze toen de tijd het gemene, het gewone volk noemden. Ja, hadden misschien een krukje om op te zitten. Ouders zaten dan aan tafel, de kinderen moesten staan met het eten. Ja. Maar geen stoelen was niets voor. Het was niet zo prachtig, rijkelijk Nee. Dat, En zo zagen de huizen eruit? Zo zagen de, konden ze eruit zien, met een prachtige tuin. En hier zijn allerlei mensen geschilderd. Het hondje, men had huisdieren. De heren hadden vaak een duiventil. En hoe zat het eigenlijk met het huwelijk? Want er moest ook binnen die elite worden getrouwd, of niet? Ja, dat gaf aanzien en je behield je rijkdom. Isaac Jacobus Rochussen, die trouwt met Esther Hudig. Dat was een heel spektakel. Men ging met de koets naar de kerk, met bruidsmeisjes, bruidsjonkers. En dan na afloop, ja, dan moet je hier kijken, zo'n mooie tuin. En dan werd er gedronken, een bruiloftszang werd voorgelezen of gezongen. En wat stond er in zo'n huwelijksboekje? Ja, daar stond een lofzang op het bruidspaar. Het is echt een beetje ons ABC'tje. Dat gaat maar door. Ja, 15 completen lang worden ze bewierookt. Dat Rochussen, wiens koopvlijt vroeg in spa, met noesbeleid en onbesproken wandel, het wild afrijken en woest Amerika doet kroelen van zijn drokken slavenhandel. Dus daar wordt die link al gelegd naar de slavenhandel die hij doet. En dat werd dus blijkbaar gezien als iets van belang, als iets eervol. Als je slavenhandelaar was, had je aanzien. Dat betekent dat je heel rijk was. Laat de slaven dansen zo vaak het kan. Zorg voor een trommel en ander speeltuig aan boord, zodat ze aangezet worden zich te bewegen. Niet alleen tot hun vermaak, maar ook voor de gezondheid. Maar Leo, wat zich hier afspeelde, dat gebeurde heel vaak in een hele periode. Heeft echt niemand in Nederland ooit gezegd, jongens, wat daar gebeurt, dat kan echt niet. Is er nooit iemand in verzet gegaan voor ons, zeg maar, of opgenomen voor ons? Het is jammer, maar dat is niet het geval geweest. In die 250 jaar, meer dan 250 jaar die slavernij heeft geduurd, zijn er geen mensen geweest die zeiden van dit moet ophouden. Althans in Nederland niet. Hè? Daar heeft men geen beweging gestart om de slaven vrij te krijgen. In Engeland hadden ze dat op een gegeven moment wel.
In Nederland had je zelfs een ex-slaaf die de slavernij verdedigde in Nederland. En niet op het idee kwam van, het kan toch eigenlijk niet? Maar het was gewoon. Een slaaf die de slavernij verdedigt. Dit schrijnende verhaal begint in Ghana. Afrikanen zijn niet alleen handelswaar, ze dienen soms ook als cadeautje. Het overkomt een 8-jarig jochie, gekocht door een Nederlandse slavenkapitein. En in 1725 als presentje gegeven aan Jacobus van Gogh. Een koopman van de West-Indische Compagnie. De jongen krijgt een Nederlandse naam, Jacobus kapitein. Miss Kapobi. Hey. Hallo. Hey. U bent theoloog en afgestudeerd, gepromoveerd moet ik zeggen, op het levensverhaal van Jacobus kapitein. Klopt. En u spreekt een beetje Nederlands. Ja, ik heb 5 jaar in Nederland gewoond, maar ik spreek liever Engels. Oké, u spreekt gewoon het Engels. U heeft een foto bij u, een afbeelding van Jacobus kapitein. Dit is om op latere leeftijd. Ja hoor, ja. Wat weet u nog van hem over zijn kindertijd? He was captured, kidnapped as a slave. And then he was captured and sold to a captain, a sea captain, who had come here to buy slaves and take to the Americas. En vervolgens wordt hij als cadeautje weggegeven. Yeah. He was only about 7 or 8 years old and he was given to a merchant. He was called Van Gogh. He was living in one of the forts. And he was employed by the West Indian Company. Jacobus reist met zijn eigenaar Van Gogh vanaf Fort Elmina in Ghana via Suriname naar Nederland. Op een slavenschip. De jonge Jacobus gaat in Den Haag wonen. Het bezit van een zwarte jongen is in Nederland dan een teken van welvaart. Iets om mee te pronken. Hoe moet het zijn geweest voor Jacobus kapitein om als 8-9-jarig jongetje hier aan te komen in Den Haag vanuit Afrika? Het was zomer. He could not imagine it. So you can be sure that when he came, everything was strange. To see so many white people. Everybody else was white and he was the only black person. Was hij nog slaaf toen hij eenmaal op Nederlands grondgebied was? Once he entered the Netherlands, he was no longer a slave because by law, slavery was not allowed in the Netherlands. So he was free. He was a free person. Maar eigenlijk veranderde er niks in zijn leven, want hij was totaal afhankelijk van zijn blanke. Yes, he belonged to Van Gogh. Hij wordt in 1735 gedoopt in een bomvolle kloosterkerk. Dezelfde kerk waar ook de dochters van Willem-Alexander en Maxima zijn gedoopt. Jacobus is dan 18 jaar. En het was een unieke gebeurtenis hier. Certainly, it had never happened before. That was the first time that a black person was being baptized and here in the church. En was het belangrijk voor hem om gedoopt te worden? It was very important for kapitein because he says it himself in some of his writings that he considered that he was brought to the Netherlands according to God's plan, so that he will be prepared and taken back to Elmina to bring the gospel to his people. In Leiden schrijft Jacobus Elisa Johannes Kapitein zich in op een van de meest toonaangevende universiteiten van Europa. Hij gaat er theologie studeren. Om af te studeren kiest hij een opmerkelijk onderwerp. Is slavernij verenigbaar met het christelijk geloof? Dit is de dissertatie. Ja, de Latijnse. Servitudi libertati Christiani non contraria. Dus slavernij, vrijheid, christendom, het is allemaal niet tegenstrijdig. He was trying to argue that in the Bible you will find that slavery was allowed. You go to the Old Testament, all the forefathers, Abraham, Isaac, Jacob, and so on, they all had slaves. And those who were rich in the time, they were allowed to keep slaves. And all the way to the New Testament, all the way to Paul says, slaves, you must obey your masters, and so on. He was actually saying that
If you don't treat your slaves well, then you are guilty. But it is not the slavery itself which is the problem, but the rules about slavery. That's the important thing. So yes, you can be guilty about not practicing slavery well enough. So he was saying, you don't have to end the slave trade. You can continue, but do it and treat them as human beings and preach the gospel to them. Jacobus Kapitein is in 1742 een bekende Nederlander. Zijn portret hangt in menige huiskamer en hij maakt zelfs een korte tour door ons land om zijn verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld hier in deze kerk in Muidenberg. Rijke Amsterdamse kooplieden die hier hun buitenplaatsen hebben en geld verdienen aan de slavernij, zijn blij met Jacobus Kapiteins verhaal. Kapitein heeft op 20 mei 1742 hier in Muidenberg gepreekt. Hij was de eerste Afrikaan die tot een protestantse predikant bevestigd werd in heel Europa. En ze hebben toen de kerk. Je kunt je moeilijk inleven in de situatie van toen, maar toch blijft één vraag me bezighouden: had hij de slavernij echt niet kunnen afkeuren? For him to have stood up against slavery at that time, I think he could not have done it. I don't think so. It would have been a very bold person to have done it, and it would have been against his own interest, because he wanted to become a pastor. And he could do so only if he could please the church and please the West Indian Company. En u denkt dat het allemaal toch ook onderdeel was van het plan om te kunnen terugkeren naar Afrika? That is partly so. But I also think that somehow he believed what he wrote. And that's why Kapitein is a tragic figure. Na zijn tournee door Nederland keert hij terug naar Afrika, naar Elmina, waar hij in het fort gaat preken voor de slavenhalers van de West-Indische Compagnie. Het wordt een grote mislukking, omdat de zwarte dominee niet wordt geaccepteerd. Hij sterft op 30-jarige leeftijd, eenzaam en berooid. Bijna niemand neemt het op voor de slaven, maar zelf komen ze regelmatig in verzet tegen het onmenselijke regime op de Nederlandse schepen. Sommige gevangenen gaan in hongerstaking. Die willen liever dood dan een leven in ketens. En men had een aantal methoden om de slaven te dwingen om te eten. Men had van die koontjes, die werden heet gemaakt en dan werd het zo voor de lippen van een slaaf die niet wilde eten. Als je zo'n koontje voor je mond hebt, dan doe je je mond wel open. Weet je, en dan werd het eten erin gedaan. Of men had dit soort instrumenten. De Latijnse naam is een speculum oris. En dat werd dan in de mond van de slaaf gebracht. En dan werd het opengedraaid, zodat hij dan het eten erin gestopt kon worden. Dat was de manier om die mensen te dwingen om te eten. Want niet eten was een verzetsdaad. Tijdens de 1600 slavenreizen onder Nederlandse vlag was er ruim 300 keer verzet. Dat is bijna 1 op de 5 schepen. Ik kan je een verhaal vertellen over een Ashanti-slaaf. Jij bent zelf Ashanti, hè? In 1771 was er een opstand onder leiding van een Ashanti-slaaf. Het is hem niet helemaal gelukt. Hij kwam wel in opstand. Het eind van het liedje was dat zijn hand werd afgehakt en hij werd doodgeranseld. Is het nou ooit gebeurd dat de slaven succesvol een schip hebben overgenomen? Voor Nederland is dat eigenlijk maar 1 keer gebeurd. En dat is het schip de Vigilante aan het eind van de 18e eeuw. Dat was een zeeschip. En daar hebben de slaven zijn in opstand gekomen vlak voor de kust van Suriname. En de bemanning is toen van het schip gevlucht en de slaven zijn aan land gesprongen. En waar ze gebleven zijn, weet niemand. Om
Ondanks het verzet peinzen de Nederlanders er niet over om te stoppen met de slaventransporten. Er worden zelfs nieuwe afzetgebieden gevonden. Vanaf 1642 begint de West-Indische Compagnie met het vervoeren van slaven naar Curaçao, dat 8 jaar daarvoor in Nederlands bezit komt. Het is niet de bedoeling om ze hier te houden. Nee, de compagnie wil ze zo snel mogelijk doorverkopen. Curaçao wordt een doorvoerhaven van slaven. De Nederlanders gaan Afrikanen leveren voor de koloniën van Spanje. De wereldmacht in die tijd. Hallo. Hi, hoe is het? Goed, Jeanne. Ja. We staan nu eigenlijk al op de plek waar de slaven als ze uit Afrika aankwamen voor het eerst sinds maanden weer vaste grond onder de voeten hadden. Ja. En je moet je voorstellen dat er geen mooie kade hier zo was. Maar het strand loopt helemaal af. Je gewoon ziet het witte zand. En dan staan de schepen iets verder en met kleine bootjes komen ze naar binnen. De slaven worden gecontroleerd, zelfs naar de tanden, haar, alles wordt gecontroleerd. En deze worden meteen afgezonderd, want deze slaven zullen zeker verkocht worden. Ja? En dan krijg je dus apart de zieke slaven en dan de derde groep heet mankaroons. De mankaroons zijn de gebrekkige slaven. Maar gebrekkig is ook relatief. Want het kan zijn dat de persoon hartstikke gezond is, maar die mist een paar tanden of heeft wat witte haren. Maar in ieder geval betekent het dat je niet zoveel geld kan krijgen als bij een gezonde slaaf. Wat hierachter, als ik me niet vergis, op dat gele pand, dat is een afbeelding van een slaaf, toch? Ja, dat is dus. De handelshuizen hadden hun merkteken om aan te geven dat hun embleem van hun familiehuis. En dit is duidelijk om aan te geven waar ze dus hun geld mee verdienen. En dat was met slavenhandel. De slaven die door de Nederlanders worden aangevoerd, komen op de Spaanse plantages terecht. In landen die nu Colombia, Venezuela en Cuba heten. Ik vind het vreemd. 90.000 slaven zijn hier naartoe vervoerd. Maar als je nu rondkijkt, is dat nauwelijks voor te stellen. Curaçao lijkt wel een feesteiland van zon, strand en cocktails. Zelf treed ik ook wel eens op hier. Maar bijna niks herinnert meer aan dat inktzwarte verleden. De slaven die niet zijn verkocht aan de Spaanse koloniën worden hier in de zoutpannen te werk gesteld. Of op kleinere plantages, waar voedsel wordt verbouwd voor de mensen op het eiland. Vanwege de droogte is het hier niet rendabel om grote plantages aan te leggen. Samen met tolle Corine Leisner ga ik op bezoek bij Victor Bartolomeus. Hij is 82 en woont op het platteland van Curaçao. Victor weet alles over het vroegere leven op de plantage. Geleerd van zijn oud-oom. Meneer Victor, op de plantage woonden die slaven. Maar hoe zag hun dag eruit? Van zonsopgang tot zonsondergang. Ze zei dat bisa grauwata etera, dat grauwet etera. Nu was die simia die pinda, pampuna, bonchi, milong, maïnchi, kukosa, en toen dat koba, ora kwawa jobe, en toen dit koba. Dit heet een chapi. Chapi. En in Suriname is chap. In Suriname noemde het een chap. En toen ik klein was, moest ik dan ook de tuin, onkruid, ja, moest ik chappen, ja. Ja. De woord? Adrecha etera que tera del limpi ando no estoy coba ando anda con misa coba llamami llamami na mi nombre llamami vos habéis pongo da mi nombre llamami
Ja, mami, boy, ja, mami. Ja, mami. Ja, mami, boy, ja, mami. E di kong nanta bata kanta? Nanta bata kanta, nanta bisa bata dunas makiter bau. Anto de palabra na nanta bisa loke ku nanta sinti. Pai Victor, ta ting un cantica kuta canta di e dolo ku nanta ting, pai Victor ten un example? Aha, e dolo kamen lano bisa. Ora anche canta. Di chi maniera mi può vivere qui nel mondo? Ora plantamento, ma come mangusa, a uoco bonci a pari, da sciocche come bonci. Ma te vai bene? La nostra bisa maniera, ora con tanta coba ciapi, tanta canta sciom. Tanta canta maniera, per esempio, un di bomba. O fitona ta trata malu antonanta die kantika nanta kanta antonanta inka palabra nanje. Er werden vrolijke liedjes gezongen ook wel eens, toch, meneer Bart Victor? Sí, door nuestra traque me venía aquí. Ta mensi sete semana eda. Tonanta planta pichi be es un kunanta batanya e palo master pa cubrigas. Tonanta corti. To orienta corta bisa. Son grandi adunata tata mesa adunano. Son grandi adunata pinda parita tata adunano. Son grandi adunata e la aduna andena da guapa, ne? Son grandi adunata e la adunata e la adunano. Son grandi adunata e la adunano. Son grandi adunata. De Nederlandse handelaren zijn tot 1713 de belangrijkste leveranciers van slaven aan de Spanjaarden op Curaçao. Daarna nemen de Engelsen onze plaats in. De koloniën rondom Suriname worden nu nog belangrijker dan ze al waren. De slaven die uit Afrika worden gehaald gaan nu hoofdzakelijk naar de Wilde Kust. Op de Nederlandse plantages van Suriname, Berbice en Essequibo. Daar moeten ze gaan werken. Maar niet iedereen komt daar aan. Sommige reizen kennen een rampzalig einde. Het schip waar ik onderzoek naar heb gedaan, de Leusden, die maakte de 10e reis van Elmina naar Suriname. November 1737. Prachtig weer. Korte reis, de kortste reis ooit van het schip. En voor de Marowijnrivier, nadat die oversteek was gemaakt, ging het mis. De grootste scheepsramp ooit in de Nederlandse geschiedenis vond toen plaats. Op zoek naar de Suriname-rivier bij Paramaribo begaat kapitein Oudjes van het slavenschip De Leusden een dramatische vergissing. Hij kiest de verkeerde monding en vaart de Marowijnrivier op. Daar loopt het schip op een zandbank. Het schip staat vast. De tragiek is dat op dat moment alle slaven aan dek waren. Ze zouden gaan eten. En die kapitein besloot toen, want hij voorvoelde waarschijnlijk van het schip, heeft grote problemen. Heeft hij al die mensen naar beneden gestuurd, terug in Treun. Luiken werden dichtgetimmerd en het schip brak op die bank. En dan begrijp je, dan stroomde er water naar binnen. Dus die mensen in het schip moeten ontzettend gegild hebben. En er waren mensen op dek? Er zaten 73 matrozen op dek. Op die hebben het gehoord? Die hoorden dat natuurlijk. Maar dan gooi je die deur toch open? Nee, want ze hadden eigenlijk niks met die mensen te maken. Het was lading. Die verloren ging, zo moet je het ook zien. Het was lading die verloren ging en niet mensen die daar aan het creperen waren. Dat was de afweging die men waarschijnlijk heeft gemaakt. En dat maakt deze ramp ook zo ernstig en zo gruwelijk. Het is eigenlijk een moordpartij. Leo wil dat het wrak van de Leusden wordt opgegraven. Als eerbetoon aan de slachtoffers. Maar waar het slavenschip precies ligt, is onbekend. Het was in deze omgeving dat het schip is gezonken. Kunnen er vlak boven varen misschien op dit moment, weet ik niet. Wat doet het met u om op deze plek te zijn? Het is toch een emotie hoor, dat je denkt van, waar is het nou? Waar is het nou? Je weet dat het schip hier ergens moet liggen, maar je weet niet op welke plek. En dan te weten wat voor drama, zeg je, precies, plaatsgevonden hier. Je weet dat er 670 mensen hier opgesloten zaten.
en dood zijn gegaan. Op wrede manier. Ja. Hoeveel slaven zijn er omgekomen op de 1600 Nederlandse schepen? Uiteindelijk zullen 80.000 Afrikanen hun reis naar de nieuwe wereld niet overleven. Gemiddeld sterft zo'n 13% van de gevangenen. Na een ziekte overlijdt kapitein Jacobsen uit Veren op zijn 10e slavenreis. Als een gefortuneerd man. En hier ligt het familiekapitaal. Hier ligt het... Ja, zoiets. Ah, ik heb een sleuteltje gekregen. Mogen we het aan even eruit halen? Nou, het is tenslotte van uw familie. Ja, ja, als kinderen moesten we dat poetsen. Dan waren we altijd aan het mopperen. Dat we dat weer... Het is echt zilver. Ja. Dit ook is Middelburgse. Middelburg zilver, ja. En hier ligt dus nog meer. Ja. Jacobsen de slavenhaal heeft aardig wat verdiend. Goed geboerd, ja. Zeker goed geboerd. Dat is een rijke man. Ja hoor. Want u heeft veel over hem gelezen. Ja. Probeert te weten te komen. Wat voor soort kapitein was hij? Ik heb gelezen dat hij heel goed was. Dat hij echt voor zijn mensen zorgde. Zoveel mogelijk. Maar er zijn ook verhalen bekend over wat er aan boord gebeurde bij Jacobsen. Dat twee baby's overboord werden gegooid waar de moeders bij stonden van slavinnen. En dat er een zwangere slavin in haar buik werd geschopt, waardoor zij een dood kind baarde. Mm-hmm. En dat gebeurde eigenlijk ook onder zijn leiding op het schip, hè? Het gebeurde in die tijd. Dit is geen verontschuldiging. Je moet het in de tijd zetten waar dingen anders waren. Er werd geschopt, er werd geslagen. Dat is heel erg. We kijken ernaar en zeggen, nou zeg, dat is ook niks, dat doe je toch niet. Mijn moeder was er helemaal van overstuur toen ze dat hoorde. En volgens mijn zus heeft ze zich meteen gedistanceerd van de familie. Want slavenhalen, daar wil ze niks mee te maken hebben. Ja, zij vond dat helemaal niks. Een vlek op het blazoen van de familiegeschiedenis. Zeker, ja. Hoor. Maar u zegt niet, ik neem afstand van die familiegeschiedenis, hè? Het is nu eenmaal gebeurd en dit is de tijd. Dus in onze tijd gebeuren andere dingen. Ik zou 200 jaar van nu gaan ze over naar atoombommen hebben. Zeggen, nou die lui waren ook helemaal gek. Dat doe je toch niet? In een opstand op Haiti hadden slaven eind 18e eeuw al hun eigen vrijheid bevochten. Het hele Caribische gebied raakte hierdoor geïnspireerd. Ook slaven op Curaçao, waar in 1795 onder aanvoering van de slaaf Tula het verzet tegen slavernij losbarstte. Tour luchador di 1725. Tour qua lucha, tour qua muri, hombre mue rehabilita. Da hombre mue digno e no criminal. Mener nati tula nange tempo e no, rehabilita. Junto con Antula. Met zijn ideeën over vrijheid, gelijkheid en broederschap wist Tula een grote slavenmacht op de been te brengen. Daarmee durfde hij een vuist te maken tegen het Nederlands koloniaal gezag hier op Curaçao. Maar wie was hij eigenlijk, deze Tula? En waarom wordt hij pas 200 jaar na zijn dood tot held uitgeroepen? Je ziet, het is wel gebroken, maar niet helemaal, hè? Want de strijd moet doorgaan. Dus deze vuist staat voor dat wij tegenwoordig door moeten gaan met de strijd van Tula. Hij werd gezien als een rebel. Een opstandeling, oproerkraaier. Zo heb ik Tula leren kennen op school. En dus een misdadiger, ja, een misdadiger. Iemand die vecht voor vrijheid werd gezien als een misdadiger. Maar moest jij veel strijden om dat beeld bij te stellen? Ja, dat is een harde strijd. Er zijn mensen voor mij geweest, jaren 60. Maar jaren 70, 80, dat waren de harde confrontaties met de regering, met commercie, met iedereen. Met de Curaçaoenaar die ook denkt van, god, wat hebben ze het over? Verleden tijd, coachie bolo, zeggen wij, hè? Dat moet je niet over hebben. Slaaf, vreselijk, iets slechts. Ik ben geen slaaf, ik wil geen slaaf zijn. Ik heb geen mensen die slaven geweest waren in mijn familie, helemaal niet. Dus ontkennen. Angst. Of meer,
vreselijke angst, ja. En die angst hebben ze ons ook ingeboezemd. Van, je moet je mond houden. Je moet luisteren. Je moet doen wat wij zeggen. Na 8000 jaar voor Christus raakt in de gebieden die we nu Venezuela noemen het groot wild uitgestorven. De mens gaat jagen op kleiner wild. Hij gaat vissen langs de kust en hij onderneemt het waagstuk over te steken naar de eilanden in de verte. Zo zal hij de stranden van de Benedenwindse eilanden hebben zien opdoemen. Gradualmente nang asinya sumes navigar e gradualmente nang komisar pa popular isla nang tour isla di Caribe Aruba tambe. Nang abia haden den sorto di boto. Sì. Nang tapitin un sorto di canoa di palo e traha hol. Candela e haccia, però haccia di pietra. Talting era di pietra. E chi con andava da come? Chi con andava da mantenere a mes na vida? A mes cosco, pro me mes cosco con den terra firme, con coccolisci, con pisca. Op eenzame plekken langs de kust van Aruba en trouwens langs alle kusten van Amerika liggen nog vandaag de onaangeroerde restanten van vroegere bewoning. De stille getuigen waarvan de betekenis alleen door archeologen kan worden begrepen. Op Bonaire worden nog vandaag door vissers leeggehaalde schelpen gedeponeerd op precies dezelfde plaatsen waar duizenden jaren terug de Indianen dat deden. Zelfs diep in het binnenland van Curaçao vindt men schelpen. Voedselresten van Indianen die geen landbouw kenden, maar hun eten moesten verzamelen en die hoog in de heuvels woonden. Wetenschappers hebben ontdekt dat 1500 jaar voor Christus landbouwende Indianen naar de eilanden zijn overgestoken. Het waren mensen met een hogere cultuur. Ze hadden werktuigen en ze bouwden huizen. Op Sint Eustatius worden hun stille getuigen geanalyseerd door onderzoekers van de Leidse Universiteit. Zo komt men te weten wat de Indianen verbouwden, wat ze aten, wat voor gereedschap ze gebruikten en hoe ze hun grote familiehuizen bouwden door de geweldige bomen die er toen nog groeiden langs ronde randen in diepe gaten te kantelen, zodat ze een stevige constructie kregen die bestand was tegen orkanen. Over de mensen zelf wordt steeds meer ontdekt. Hoe lang ze waren, hoe oud ze werden. Er wordt geconcludeerd dat ze een uitstekend gebit hadden. Maar met dat al blijft natuurlijk één vraag open die het moeilijkste te beantwoorden is. En dat is de vraag of al die dode getuigen iets te vertellen hebben over de levende mens. Wie waren die Indianen? Op Curaçao wordt getracht achter levenloze voorwerpen het leven zelf te ontdekken. Is aqui ta irmão nanda direito nan ding porte de palo e nanda direito nan pida assina casi de xin nan bacare borchi e nanda use in manioc e nanda raspe. Is aqui ta indica agricultura de manioc. Também nós há um hopi artefacto nan, por exemplo, nós há um hopi exemplo de pintamento de indian. E cui pintamento, e forma, e maneira, e style de pintamento, nós temos information de onde e em Jananabini, foi de Venezuela. De sombra e cultural aspecto. En dan opeens staat er op een stukje oud huisvuil een signaal. Iemand heeft een versiering aangebracht. Veel meer dan de messen en bijlen en andere vondsten die in Antilliaanse musea worden bewaard. En meer dan de stukken keramiek of weefsel spreken ons de voorbeelden aan van speelsheid. Dat wat is nagelaten door creatieve mensen. Iemand die niet alleen een pot bakte, maar die op de gedachte kwam het handvat de gestalte te geven van een slang. Dat brengt ons het dichtst bij de Indiaan die hier werkte. Potscherven die een kikker voorstellen. Of een schildpad. Niet alleen het feit dat ze aardewerk konden bakken voor nuttige doeleinden, maar ook met een rituele bedoeling. Dat dit kind ter aarde is besteld in een urn,
leert ons dat de Indiaan een geloof kende. Een opvatting had over het leven na de dood. Tussen die oude diorietrotsen op Aruba vinden wij tekens afgebeeld, waarvan de meeste volkomen raadselachtig zijn. Soms herkennen we dieren of vogels. Of mensen. Maar andere tekens in deze holen en talloze andere grotten in de koraalrotsen zitten vol vergeten betekenis, waar wij nu alleen maar naar kunnen gissen. In Arikok op Aruba, Hato op Curaçao, Onima op Bonaire, in die sleuven die door de golven waren uitgeslepen in de kalkterrassen, staan de levenstekens van een volk dat geen geschreven taal kende. En natuurlijk, het staat iedereen vrij er de betekenis van te duiden, zowel de academici van buiten als de bewoners van de eilanden zelf, die op hun manier proberen uit te vinden hoeveel van die overlevering hen in het bloed zit. Que men e pueblo de Bonaire ku mira e marcan aquí, ta sinti ku e boneriano de tanto época passa ka pinte costa aquí, no? Ta un cos e ta bisa mundo. Ta pensa e pami, e sa que ta herencia di nos antepasado. No? E marcan jana aquí, pami, ta bibo. Tempo nam bieu, no? E hombro ku ta marca, of e hombro ku ta pinta, ta pa ta maneira un sacerdote. Kuta hasi un sinyal magiko. Unta tur hende po hasi sierto kos. Ando e momento e hende kuta ti un kapasidad spesial ta bada wore kre considera komu hende kuta ti un kontakto ku spiritu, ku dios, nan ku forsa, nan grande di naturaleza. Awo e hende e injan kuta bada pinte kos nangi, ta bada hombro kuta ti un poder spiritual ku pa motivo, ku pa su pueblo e ta por a pronosticar ki dia meste bai koe tortuga kuta subitera e mese skohe e dia na mas adequado pe bai navega of pe bai biahari balaman of pe bai piska of pe bai planta of pe bai casa of pe bai etc. E marca na gita mana maneira un sorto di notebook, no? So antekening kamina eta bada boi. No so mi rien punti 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 serana ki cada un punti na gi ta bada maneira un bevolkingsregister de tempo. É marca não mágico que também sei que está a representar certo estreia não, não está a representar certo crença em Deus não que antes estava a viva de nosso povo. De kunstvoorwerpen die in Antilliaanse musea worden bewaard stammen uit Indiaanse culturen van 800 tot 1500 jaar geleden of nog langer. Maar ze zijn niet helemaal verdwenen. Verwante Indianenvolken bestaan nog in onze eeuw op het vasteland, in Venezuela en Colombia bijvoorbeeld. Hier vonden archeologen het verleden in natura. Mensen die leven van cassave, mais, vissen en vruchten. Mensen met eigen rituelen, met hun eigen magie. Mensen die nog leven met tekens die wij weer herkennen van opgegraven potscherven. Hun bestaan kent nog een volstrekte harmonie met de natuur, die ook doorwerkt in het contact met de geestenwereld. Uit de schors van bepaalde bomen wordt hier via drogen en malen een bedwelmend poeder gewonnen. De mannen blazen het elkaar in de neus, met braakneigingen als lichamelijk gevolg, maar met als spiritueel resultaat dat de geesten in hun lichaam komen wonen. Ja.
Zij vertellen dat dankzij die geesten hun dorpspriester, de sjamaan, macht en geneeskracht krijgt. Hij bestrijdt ziektes en verwondingen. Zijn lied is een bezwering van de boze kwaal. Iets als dit moet 1000 jaar geleden hebben bestaan op de Antilliaanse eilanden, waar de Indianen hoog in de heuvels uitkeken over de vlaktes en over de zee, altijd bang voor ongewenste indringers. Er waren wel oorlogen tussen de vreedzame Arawakken die er het eerst woonden en de meer agressieve Cariben, maar op de benedenwindse eilanden was die strijd het minst hevig. Dat is gaandeweg gebleken uit oude reisverhalen. Net zoals men later veel ontdekte over het karakter van de mensen die op deze eilanden hebben gewoond. Los de aquí, maravilloso. Eran una gente tratable, muy desarrollada, inteligente. En todos los cronistas encontramos nada más que elogios para los caquetíos. Eran una gente que vivía verdaderamente de una forma pacífica, trabajo, no eran... eran guerrero cuando tenían que serlo, ¿verdad? En die Indianen hebben even lang uitgekeken over de oceaan, niet vermoedend dat van achter die horizon hun ondergang zou komen. Aan de overkant van het water ligt dan Europa, letterlijk en figuurlijk het tegendeel van de Indiaanse beschaving, en op dat moment middenin een culturele opleving, de Renaissance. In kerk, kunst en wetenschap breken nieuwe of herboren ideeën door, en één daarvan betreft de kennis van de aarde. Al sinds de antieke oudheid is een flink stuk van Europa, Noord-Afrika en Azië in kaart gebracht. En men dacht daarbij dat de aarde een plat vlak was. Er bestond nog een andere zienswijze, namelijk dat de aarde niet plat is, maar een ronde bol. Een theorie onder andere ontwikkeld door de toenmalige zeevaarders bij uitstek, de Arabieren. Die opvatting fascineerde een Italiaanse scheepskapitein, woonachtig in Spanje, Christoforus Columbus. Als de aarde rond is, meent Columbus, dan ligt het rijke Indië aan de andere kant van de oceaan die aan Europa grenst. Het ontdekken van die route zou commercieel uiterst interessant zijn. En hij vraagt van de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella geld en toestemming om die route te verkennen. Tegelijkertijd heeft hij geheime contacten met in Spanje wonende Joden, die door dezelfde katholieke vorsten dreigen te worden uitgeroeid. Joodse geldschieters steunen Columbus in de hoop dat hij wellicht een legendarisch Joods rijk zal vinden aan de andere kant van het water. Als hij in augustus 1492 uitvaart, heeft hij een deels Joodse bemanning die zo aan vervolging ontkomt. Na 3 maanden landen ze bij het huidige Samanaque, ten noorden van Cuba. Te midden van eilanden waarvan Columbus denkt dat ze voor de kust van Indië liggen. En hij noemt ze dan ook vooreilanden, Anteislas, later verbasterd tot Antillia's. Het grootste noemt hij Hispaniola. En binnen een jaar maakt hij een tweede tocht, iets zuidelijker. En het is tijdens die reis dat hij in november 1493... noordwestelijk van Sint Kitts over een bakboord het eiland heeft gezien dat later Sint Eustatius zou heten. En nog geen dag later heeft Columbus precies zo ook over bakboord de hoge, kale rots in zee ontwaard, Saba. En misschien heeft hij met helder weer op dat ogenblik over stuurboord golvende heuvels in de verte kunnen ontwaren. Dat was op de dag van Sint Maarten. ...250.000 rijksgenoten op de Nederlandse Antillen en Aruba. Ze wonen op 6 eilanden in de Caribische Zee. 3 liggen vlak voor de kust van Zuid-Amerika. Curaçao, 2 maal zo groot als Walcheren, en iets kleiner Aruba en Bonaire.
bijna 1000 kilometer naar het noorden, Sint Maarten, ongeveer zo groot als Schiermonnikoog, en de nog kleinere eilanden Sint Eustatius en Saba. Het hedendaags bestaan van deze mensen wortelt nog van dag tot dag in een verleden waarvan het verhaal in Nederland zelden of nooit is verteld. He said his mother used to send him to school every opportunity he get that he would learn. And one day the missus met him. The missus met him reading a paper, a newspaper. And when she heard him reading, she went behind and saw him reading the paper. She took the paper from him, and what he was saying was correct on the paper. So she asked him, how did he learn to read? He said, well, his mother sends him to school. She took him to the mother and told her, never send him to school again. And she asked him, how dare you, a Negro, to read so well? So, but the mother told her, well, she won't send him. But she told the little boy, every chance you get, go to school. But one day, he went to school. And while coming from school, he saw the missus. But he couldn't get away from her. He was supposed to be picking good food at that time. So when he saw the missus, he couldn't run. He came to her. She asked him, where did it come from? He said, well, I went to pick good food. He said, where's the good food? He said, well, he couldn't give no explanation for that. She said, you came from school. And she took him from there, and she took him right back down in Golden Rock Yard, carrying him behind the house, rouse the ants in a bed, in a nest, and make him take his little pants off and sit him down in that. And she had a whip, and each time he would rise, she would beat him and make him sit in that until she was satisfied. That's what he get for learning to read, a little slave boy. The Van de Van, Gregory Isaacs, Hard Drugs. Thank God he is the blood of the everlasting covenant. Stuur wordt kortaar door de handen aan de dominanos en door de bomben aan de desgraciadamente. Tawe, ting e bomben aan meskos, wes nan koyuda, abracatula. ...200 miljoen jaar geleden zit al het land op aarde aan elkaar vast. Het is één continent, gelegen op één plaat die rust op de mantel van de aarde... ...die niet hard is, maar buigzaam. De plaat vertoont soms barsten en uit die barsten komt magma omhoog. Het gloeiend binnenste der aarde. In de loop van miljoenen jaren breekt die ene aardkorst in stukken. Gloeiend magma, omhoogwellend uit de breuklijn, duwt de stukken uiteen. Continenten beginnen uit elkaar te drijven. Tussen de continenten ontstaan watervlaktes, oceanen. Met middenin onderzeese breuklijnen waar magma omhoog komt in gigantische uitbarstingen. Zo ontstaat langzaam de wereld die wij nu kennen. Aan de westkant van de continenten die wij nu Noord- en Zuid-Amerika noemen... nadert onder water een korst, een zogenaamde eilandboog. En die perst zich tussen de twee Amerika's door naar het oosten. Op de rand voert die onder water kleine verhogingen mee, een soort eilandjes. Die zijn de oorsprong van de Antillen. Een eilandboog ontstaat doordat oceanische platen onder elkaar schuiven. Dat gebeurt bij diepzeetroggen. Het materiaal van een verzinkende plaat wordt niet in de aardmantel opgenomen. Het begint te disintegreren. We kunnen zeggen te smelten. Het smeltproduct, gloeiende lava, zoekt zich een weg naar boven. Dat is de oorsprong van de benedenwindseilanden. Lava
die onder water met kracht door de bodem heen naar boven is gebroken. Lava, 120 miljoen jaar geleden gestold, is overal te zien. En dat komt omdat sindsdien de bodem omhoog is getild. Kussenvormige stolsels op Curaçao, op Aruba het wonderlijke kwartsdioriet, hard en gevoelig tegelijk, met merkwaardige erosievormen. En op Bonaire de veel zachtere tuf en zuilvormen van lava die in kokers was gestold. Op Curaçao de fijnkorrelige diabaas, product van een snelle afkoeling. En daarboven, hier en daar, de mest van pelikanen van een miljoen jaar geleden, waaruit de stof ontstond die wij fosfaat noemen. En een derde belangrijke ontstaansbron van de eilanden is de zee. Het zou volkomen onjuist zijn te denken dat de huidige bodem van de Benedenwindse eilanden alleen maar het resultaat is van vulkanische verschijnselen. Nou, is eigenlijk niet verdad. Maar sobra, lieve origen vulkanico, want daar heb je 5 miljoen jaar passat. Dus je naar die koralen komen ze kresen, riba origen vulkanico. Je wordt meer een toren, diferente patronen, dat diferente species die koralen. Tutto questo mi ricordano da probarsi in ogni corallo, sono andato in 5 milioni di anni per crescere e crescere. Tutto questo mi ricordano, tutto questo mi ricordano, da versi di corallo, che ho avuto, farò un colone, e di un colone l'altro, l'altro tra i rifi. L'altro non, molto mi ricordano. Het is difficile te imaginare che tu ricordi anche da mensen maar ze kiet con de biba e con de tracas non escos lucas nero e calci di corona. De kalkriffen vormen de basis van de geweldige vlaktes langs de kusten van Curaçao, Aruba en Bonaire, die door het dalen van het water op verschillende hoogtes liggen. De jongste is laag bij het water gevormd, de oudste hoger, toen de zeespiegel veel hoger stond. In de zijkanten van de kalkplateaus zijn door het eeuwenlange slijpen van de golven diepe sleuven en grotten gevormd, die veel later een rol zouden spelen in het bestaan van de eerste mensen op de eilanden. Maar toen bestonden deze woeste natuurvormen al 984.000 jaar. Bijna 1000 kilometer noordelijker aan de andere kant van de eilandboog trad 50 miljoen jaar geleden ook vulkanisme op, waardoor eilanden ontstonden. Maar hier gebeurde de lava-uitstoot niet alleen onder water, maar ook erboven. De bovenwindse eilanden zijn niet alleen veel jonger dan de benedenwindse, ze hebben door de uitstroming van vloeibaar lava een andere vorm. Sint Maarten, 35 miljoen jaar geleden boven water gevormd, heeft vloeiende, golvende heuvels en geen hoekige koraalterrassen. Vlakbij ligt Sint Eustatius, met daarop een vulkaan die pas 25.000 jaar geleden ontstond. Niet alleen lava, maar vooral de uitstoot van as en puinbrokken zorgde voor een prachtige kegelvorm, waar alleen aan de oostkant een wonderlijke steenformatie tegenaan rust, waar behalve as en puimsteen ook kalk in zit, waarschijnlijk door een lavaprop omhoog geduwd. En dan is er nog Saba. Een steil uit het water oprijzende gestolde massa. De laatste uitbarsting schat men slechts 500 jaar geleden. Geologisch gesproken is Saba zeker geen uitgedoofde vulkaan. Alles op het eiland doet nog denken aan het geweld van de natuurkrachten die het vormden. Saba is hard en weerbarstig. Boven de 400 meter zijn de hellingen van Saba vruchtbaar. In de verte, op 35 kilometer afstand, is bij mooi weer Sint Eustatius te zien. Ook daar zijn de hellingen weelderig begroeid.
In die krater is de plantengroei door de eeuwen heen onveranderd gebleven. David, kom over de zijde. Watch up, David. I want you to come out. Wie in deze krater afdaalt, gaat 200 meter naar omlaag en 500 jaar terug in de geschiedenis. We hebben een big tree hier. Maybe this is the kind of tree you all are talking about. These trees are something like 12 meters wide, and some is 10 meters, some is 8 meters wide. I think in here, supposed to, in Stacia, I believe have the biggest trees. Rowan and Antilles. We have redwood, we have ironwood, we have mahogany, and we have cedar. You have mangoes, bananas, figs, cocoa, and you get soursop. But those would have to be planted, right? No, they don't plant it already. They grow in here and you can eat them. It's real nice. Op de eenzame plekken van de eilanden heerst nog de absolute stilte van de oertijd. Toen vormen niet door mensenhanden werden gemaakt, maar door de natuur. De mens is in Amerika gekomen vanuit Azië. Uit Mongolië trekt hij 40.000 jaar geleden over de bevroren Beringstraat Amerika binnen, om zich vanuit het noorden over het continent te verspreiden. Opgravingen bewijzen dat hij er ongeveer 24.000 jaar over deed. Deze oudste bevolking houdt zich in leven met vruchten en door te jagen op groot wild. Reusachtige dieren die al lang zijn uitgestorven en waarvan maar weinigen beseffen dat ze ooit in Amerika hebben geleefd. In Venezuela worden hun resten bestudeerd. Nosotros tenemos conocimiento hecho a base de estudios científicos de arqueología que el hombre ya estaba aquí hace 16.000 años. Esta región también abarca las Antillas holandesas porque hay testimonios que se han encontrado en Aruba y yo vi y encontré en una de mis visitas unos instrumentos que demuestran que son también muy antiguos. Het gebeurde in september 1499. Navegando, divisamos una isla en el mar que distaba de tierra 15 leguas y acordamos ir a ver si estaba poblada. De Spaanse kapitein Alonso de Ojeda vaart langs de kust van het werelddeel dat later vernoemd zal worden naar zijn navigator Amerigo Vespucci. Zij zijn de eerste Europeanen die voet aan wal zetten op de Benedenwindse eilanden en voor het eerst contact maken met de bevolking daar. Encontramos en ella la gente más bestial y la más fea que vimos jamás. Todos tenían los carrillos llenos por dentro de una hierba verde que la rumiaban continuamente como bestias que apenas podían hablar. Cuando esta gente nos vio, vinieron hacia nosotros tan familiarmente como si hubiésemos tenido amistad con ellos.
y visto que no teníamos provecho alguno, partimos y llegamos a otra isla. Y encontramos que en esta habitaba gente muy grande, porque vimos huellas de gente en la arena muy grandes. Nos encontramos en un camino que iba tierra adentro. Y cuando habíamos andado cerca de una legua, vimos un valle y encontramos solo 5 mujeres, de estatura tan alta que las mirábamos con asombro. Llamo a esta isla la isla de los gigantes, a causa de su gran talla. Todos tuvimos el propósito de tomar a las 3 jóvenes por la fuerza y como cosa maravillosa traerlas a Castilla. Y estando en estos razonamientos, comenzaron a entrar unos 36 hombres, mucho más grandes que las mujeres. Traían arcos grandísimos y flechas. Viéndonos en tal peligro, acordamos irnos por el camino de las naves. Y ellos nos seguían hasta que llegamos a la playa donde estaban los bateles esperando. Als de Indianen vanaf de wal met pijlen schieten, gebruiken de Spanjaarden het zwaarste argument dat zij uit Europa hebben meegebracht. Uiteraard is vanaf het eerste begin duidelijk welke van de twee partijen de sterkste is. Natuurlijk hadden de Spanjaarden vergeleken met de Indianen een enorme technische voorsprong. Ze konden niet alleen schieten, ze konden ook navigeren, lezen, schrijven, zeeschepen bouwen en kaart lezen. Ze wisten waar ze waren en ze konden ook weer terug naar huis. Deze Spanjaarden begrepen van de Indianen niets. Ze hebben ze ook geheel verkeerd afgebeeld. Indianen op tekeningen uit die tijd lijken in niets op de mensen die hier toen geleefd hebben. Men heeft zich zelfs afgevraagd of het wel mensen waren. Volgens de Rooms-Katholieke theologie was men geneigd Indianen te beschouwen als wat Thomas van Aquino noemde natuurlijke slaven. Dat wil zeggen als wezens die door onvoldoende beheersing van hun hartstochten niet het morele recht hadden zichzelf te besturen. Een categorie overigens waartoe destijds ook vrouwen en kinderen werden gerekend. Onvoldoende beheersing van hartstochten meende men wel waar te nemen. Men ontdekte bijvoorbeeld kannibalisme. Op de meest gruwelijke wijze werd het voor het thuisfront afgebeeld. De vraag blijft in hoeverre de tekenaars het ook allemaal echt gezien hebben, of in hoeverre er op de tekeningen luguber is bijgefantaseerd. Nosotros en principio no creemos que existió aquí en América un canibalismo económico, es decir, un canibalismo para alimentarse. Nosotros pensamos que hubo un canibalismo ritual. Dat Indiaanse ritueel om van verslagen vijanden lichaamsdelen te eten en zoiets van hun kracht over te nemen, werd velen van hen noodlottig. Er bestond namelijk een koninklijk besluit dat alleen Indianen die kannibalisme bedreven tot slaaf mochten worden gemaakt. En dat gebeurde dus. Men zocht hier goud, zilver, hout en suiker. Voor al die producten was arbeidskracht nodig. En de beschuldiging van kannibalisme diende de Spanjaarden tot voorwendsel om de Indiaan tot slaaf te maken. Eén groep werd hiervan speciaal de dupe, de Cariben. Zij toonden zich, in tegenstelling tot de Arawakken, tegenover de Spanjaarden zeer vechtlustig. Ze hebben de indringers gedood en gemarteld. Tegen die achtergrond krijgen de prentjes over kannibalisme een heel andere betekenis. Ze dienen voor propaganda. De afbeelding van Indianen als bloeddorstige wilden was een excuus voor het instellen van dwangarbeid. En dat was dan nog een soort arbeid waar de Indianen totaal niets van begrepen. El indio es una persona en perfecto equilibrio con el mundo que lo rodea. Pero cuando usted viene y le rompe su equilibrio de vida, entonces se produce verdaderamente un problema. Entonces, el español pretendía de que el indio se dedicara a la explotación de la naturaleza, a la explotación de no cultivar, por ejemplo, la caña para hacer azúcar, para consumirlo ellos, sino para exportar a España. Dit misverstand werd fataal. De Indianen, niet bereid zich te schikken in het Europese productiesysteem, werden daartoe gedwongen. De Spaanse priester Bartolomé de las Casas heeft later beschreven wat de gevolgen zijn geweest. Ik denk dat de bezetters nog beestachtiger en razender optraden dan de bloeddorstigste tijgers. Zij moorden en wurgden.
In veel provincies kwamen de inwoners de bezoekers tegemoet met zang, dans en gouden geschenken. De dank van de christenen bestond daarin dat ze hen over de kling joegen. Soms werd de menigte volk opgesloten en daarna kwam het bevel de mensen in stukken te hakken. Over de Spanjaarden zegt de Las Casas: hun ontelbare misdaden en goddeloosheden zijn zo afschuwelijk dat ik ze niet in al hun slechtheid zou kunnen afschilderen. Op de benedenwindse eilanden zijn veel minder gruwelen bedreven dan op het vasteland. Dat kwam ten eerste doordat de Spanjaarden hier niets van hun gading vonden. Er was geen goud en er groeide niets bruikbaars. De Spanjaarden noemden het nutteloze eilanden. En bovendien was de bevolking klein. De indianen die er woonden zijn gewoon als arbeiders weggevoerd naar Hispaniola, het Spaanse hoofdkwartier, 1000 kilometer naar het noorden. En pas 6 jaar later mogen er weer indianen terug. En de man die daarvoor zorgt vertegenwoordigt een totaal ander aspect van het Spaanse bewind. Juan de Ampies werkt nauw samen met de clerus. Al sinds Columbus waren overeenkomstig instructies van het hof en de kerk priesters op de vloot meegevaren om de bewoners van de nieuwe wereld te bekeren. De katholieke kerk houdt tot vandaag vol dat de discussie over de al dan niet menselijkheid van de indianen eigenlijk nooit relevant is geweest. Porque la convicción profunda que hubo desde el comienzo de parte de la iglesia y en general de parte de que vinieron aquí es de que se encontraban frente a gente, a personas humanas de características distintas, pero sobre un común denominador de racionalidad, de inteligencia, de libertad y de responsabilidad. Het was de leidsman van de indianen in dit gebied, de grote Manaure, die zich in 1521 in ditzelfde Coro liet bekeren en een soort herenakkoord sloot met Juan de Ampies. Zo werd Coro het centrum van een tamelijk vreedzaam samenleven van Spanjaarden en Indianen, ook op de benedenwindse eilanden. We zijn nu in de 16e eeuw. Aruba is zeer dun bevolkt geweest. De Spanjaarden zouden er geiten en paarden en ezels invoeren. Het wordt een soort rancho van de Kraalzee, met Indianen als cowboys en Spanjaarden als opzichters. Curaçao wordt dichter bevolkt. De Spanjaarden bouwen er huizen en een kerk. Ze bedrijven moeizaam wat landbouw. Het aantal Indianen zal oplopen tot zo'n 400 personen. Bonaire, woonplaats van enkele Indiaanse families, wat militairen en verbannen Spaanse misdadigers. Bijna 100 jaar zijn de Indianen hier bang geweest voor de Europeanen. Niet zozeer voor de Spanjaarden, want die kenden ze nu wel, maar wel voor het schoren van de wereldzeeën dat zich piraat noemde. Speciaal in de tempel die piraterie, tempel die Engels en Frans hebben daar onder de aki. Nos is dan in Minnesota, is dan daarmee, dan dat de Gusta, Biba, Rivon Lugar, had een zeer manier aki meestal mee, de Basta had aki aan de Nantimbista, Ribelamang. Completamente rondo, anto asinam por dialena pa mira kutin barkang den cercania e kutin peliga dame panang. Blanke vreemdelingen die vlees roosterden op de Indiaanse manier met de boucan en daarom boucaniers heten, zij maken de Caribische Zee tot een bron van dreiging met dood of slavernij. Voor het verlekkerde thuisfront zijn hun daden beschreven in romantische heldenverhalen. Maar de bewoners van de eilanden komen daar amper in voor. Ook bovenwindse eilanden als Sint Eustatius, het ontoegankelijke Saba of het stille Sint Maarten, ze worden niet genoemd. En de Indianen hier wisten niets van de landen waar al die zeerovers vandaan kwamen. Ze komen uit een continent van christelijke geweldpleging. Maarten Luther heeft de hervorming ontketend die met brandstapels, wurgpalen en martelingen wordt bestreden door de Spaanse koningen Karel de Vijfde en later zijn zoon Philips de Tweede. De taaiste rebellie ontstaat in een mistige uithoek van het Spaanse Rijk. De Nederlanden, die 80 jaar tegen Spaans bestuur en belastingen en tegen geloofsdwang zullen vechten, onder leiding van de prinsen van Oranje. En in dat opstandige gewest
voltrekt zich dan het mirakel dat nooit meer zal worden geëvenaard. De Nederlanders worden schatrijk. Met Amsterdam als verzamelpunt van gevluchte bankiers ondernemen de kooplieden en een leger Europese armoedzaaiers die werk zoeken op de schepen die op de Oostzeehandel varen. Op de Levant, op Oost-Indië en op een zeker moment ook op wat men West-Indië noemt. De Vlaming Gerard Usselings richt in 1621 de West-Indische Compagnie op, die in westelijke richting de Nederlandse toverformule zal gaan toepassen. Agressieve handel. Hier ligt een groot gebied dat aan Spanje toebehoort. En alles wat afbreuk doet aan de Spaanse macht is welkom. Maar de strijd is altijd gecombineerd met handel. Overal komen Nederlandse handelsposten. Dit is de periode van de kaapvaart. De kaperkapiteins hebben een gezegelde brief bij zich van de prins van Oranje. Een zogenaamde kaperbrief waarmee het beroven van Spaanse schepen de wettelijke status krijgt van oorlogshandeling. Een van de beroemdste, de verovering van een zilvervloot door vice-admiraal Pieter Hein. Buit 12 miljoen gulden. Een heel typerende prikkel om deze kant op te varen is ook weer commercieel. Zout. Nederland heeft een gigantische haringhandel en daarbij is zout een levensvoorwaarde. De Hollanders halen het eerst op Bonaire en komen dan terecht op Sint Maarten. En hier, op het eiland met de golvende heuvels, vindt dan in 1631 de eerste echte bezetting plaats. Een klein Spaans garnizoen wordt snel verslagen en de Hollanders exploiteren de prachtige natuurlijke zoutpan door, hoe kan het ook anders, dijkjes aan te leggen. Vanuit dit Sint Maarten worden duizenden tonnen zout naar Amsterdam verscheept. En zoals te verwachten, 2 jaar later nemen de Spanjaarden wraak. De Nederlanders worden verdreven van Sint Maarten en kijken uit naar een andere basis. Dat wordt dan het eiland Curaçao. Daar was wel niet zoveel zout, maar het lag mooi centraal, dicht bij de rijke Spaanse koloniën. En men wist dat het een werkelijk magnifieke binnenbaai bezat. Zonder getijden en zonder golfslag, prachtig beschut achter een nauwe ingang, moest dit een juweel van een oorlogshaven zijn. Een kleine vloot met 225 soldaten valt hier binnen, 18 juli 1634. Hard vechten hoeft niet. Op het eiland wonen maar 12 Spanjaarden met vrouwen en kinderen en een stuk of 80 Indianen die zich uiteraard afzijdig houden. Alle bewoners, ook de meeste Indianen, worden gedeporteerd naar het vasteland. De West-Indische Compagnie heeft nu een Antilliaanse basis voor de beproefde combinatie oorlog en handel. Binnen 6 jaar worden zo nog 4 eilanden bezet en Sint Maarten wordt Nederlands in 1648 bij de vrede met Spanje. Omdat er dan wat Fransen wonen, wordt het eiland half Frans en half Nederlands. En dat zal tot vandaag zo blijven. Maar wat moet je met een combinatie oorlog en handel als er geen oorlog meer is? De compagnie neemt het historische besluit alleen met handel verder te gaan en dus de 6 eilanden te houden. Curaçao zal ze zelf besturen en voor de bovenwindse eilanden zoekt men kolonisten. The first actual settlers on the island were the English. And according to the history, the English remain and settle the land, which I presume has made the national tongue, the native tongue of St. Maarten, the English language. Contrary to Curaçao, these islands were, the governments were practically leased out, the concessions then were leased out, and it gave these islands eventually a more autonomous aspect of government than, let's say, our sisters of Curaçao, Aruba and Bonaire. Dikke muren, ongebruikte kanonnen en lege eilanden. Dat was een raar bezit voor een compagnie van handelsmensen. Maar moeizaam begonnen dus de nieuwbakken bestuurders het eiland te runnen, waarbij eigenlijk alles al in Nederland wordt bedisseld. Tabat kapitaal kota decidi. I lo que tabat concerni corso, pasomba e directeur, kota tinha autoridade supremo rive isla, ta war nombra door di West Indische Compagnie. I a parte di esse e consejo colonial. Estava a bordo nombrar dor de West Indies Company também. E andei a conselho, estava também de assunto, não, que para grande parte a bordo decidir na Amsterdam, Cava.
De Hollanders vroegen zich af wat ze nu eigenlijk hadden aan dat droge en hete eiland. Ze konden natuurlijk, net als de Spanjaarden, doorgaan met zout winnen of het kappen van de beroemde Brazilboom, die in Nederlandse rasphuizen werd fijngemalen. Maar voor dat werk had je indianen nodig en die waren weggejaagd. De documenten uit die tijd geven een tweeslachtig beeld. Op deze kaart van Hondius uit 1635, die er eigenlijk uitziet als de folder van een projectontwikkelaar, lijkt Curaçao een eiland vol met water, bronnen, mooie baaien en duizenden stuks vee. Maar in werkelijkheid komt de kolonisatie niet van de grond. Evenmin als de handel trouwens. Bovendien blijken de geiten, de erfenis van de Spanjaarden, een regelrechte plaag, omdat ze anders dan schapen die keurig langs de grond grazen de jonge blaadjes van de bomen vreten. Een ramp voor elke vorm van landbouw. De nieuw benoemde gouverneur van Curaçao, Pieter Stuyvesant, schrijft naar Amsterdam: Curaçao kunnen we maar beter opgeven. De geschiedenis was anders gelopen als hij zijn zin had gekregen. Maar de compagnie wil het nog eens proberen met een nieuwe groep kolonisten. Portugese en Zuid-Amerikaanse Joden. Mensen die taai genoeg worden geacht om de landbouw aan te pakken. En ze kwamen. De grond waar zij gewerkt en gewoond hebben ligt nu nog ongewijzigd even buiten Willemstad. En heel symbolisch staat daar nu een olieraffinaderij. Pal naast de aanlegstijger van het oorspronkelijke Joodse kerkhof. Rive pire en anta bahe, anto nanta carga e kai morto na man, tre subie sero aqui, cana ronti jesine aqui, anto tre se na e casa di rodeo, osoba e nan, nanta pone e caja para, anto era vino, si toen de ombra muri, ta cana sete be ront di e ca, bisando un reso di morto, e ora e se e cava, nanta que e caja, e bele, vai de re, den cementerio. E ora aqui, ni un tercera parte di nan bombolesa maschita para arriba. E da machama já difícil, nós não temos um sistema que por preservar a posteridade. Nós temos um chove sistema, mas nada não por conta de suafel, de uma, de refineria. Beth Haim op Curaçao is de oudst bewaard gebleven Joodse begraafplaats op het westelijk halfrond. Veel van de namen die hier in de zerken staan gebeiteld vinden wij vandaag terug in het openbare en zakenleven van Curaçao. Want die eerste landbouwende kolonisten hadden al gauw doorgehad dat er meer mogelijkheden zaten in de handel. Geholpen door hun flair en talenkennis deden zij wat de compagnie maar niet voor elkaar kreeg. Handel drijven in de regio. Het zou de roeping van het eiland blijken te zijn. Terwijl dus op Curaçao de zaken een onverwachte wending namen, zaten in Amsterdam de aandeelhouders van de compagnie met smart op hun revenue te wachten. Die hele West-Indische compagnie is, als u rekent dat de aandelen in 1621 zijn uitgegeven voor 100%, dat die aandelen in 1650 op de Amsterdamse beurs 20% waard waren. Dus die klapten geweldig in elkaar. En die hebben haast nooit dividend gegeven. Ze hebben na Piet Hein in 1629 50% gegeven. Toen stonden de aandelen over de 200. Maar 10, 20 jaar later was het al 20%. Wat was dan eigenlijk de redding voor die compagnie als het zo slecht ging? De compagnie is helemaal niet gered. De compagnie die is regelrecht naar een faillissement gegaan. Maar wat de compagnie nog wel enige tijd gehad heeft, waar ze wel baten van trok, dat was van de slavenhandel. De handel in slaven uit West-Afrika was in 1637 begonnen door de Zeeuwen. Die brachten ze naar Pernambuco, een Nederlandse kolonie in Brazilië. Later werd Curaçao het centrum van waaruit de slaven werden doorverkocht naar de Spaanse en Portugese koloniën.
De aankoop gebeurde voornamelijk op de Kaapverdische eilanden en in plaatsen als Angola, Elmina en São Tomé. Het betreft mensen die in de binnenlanden waren gevangen tijdens oorlogen of razzia's en door Afrikanen waren doorverkocht. Ze komen bij de kust in Forte B1. Deze handel ziet men als volkomen legaal. Bevoegdheden van kopers worden nauwgezet omschreven. De slaven worden in Afrika eerst gebrandmerkt en daarna ingescheept met 300 tot 800 stuks per schip. Het woord stuk voor een slaaf is dan al internationaal gebruik. De stuwing van de menselijke lading aan boord wordt efficiënt uitgekiemd. De overtocht op schepen van de compagnie duurt 2 tot 3 maanden, gedurende welke tijd gemiddeld 20% sterft. Dat is overigens minder dan het scheepsvolk. Op Curaçao volgt inspectie op lengte, kaalheid, gebreken, gebit. De goed verhandelbare stukken worden bijeengebracht in een depot, het landhuis Zuurzak. Hier vandaan volgt verdere verkoop en dat betekent voor de slaven een laatste ontworteling. Ze waren al gescheiden van geboortegrond en familie. Mannen worden nu gescheiden van vrouwen, kinderen van hun moeders. In 2 eeuwen zijn door Nederlanders 500.000 zwarten verhandeld. Dat is 5% van het totaal dat naar Amerika is gebracht. Met de keren het motief principaal nos meste busque de un factor dan económico. Tasina ku durante periodo e necesidad pa labor etapa ta hopi grandi, principalmente ora e cultura di plantación a comisa den área Caribe. Señor Paula, con alguna manera esclavitud por asuso de body hende. Está importante para nós a certa coisa. O assunto de esclavitude como tal não estava algo novo para a área do Caribe. Nós conhecemos o tempo de romano, não estava em cativo, na Egipto estava em cativo, etc. Na África mesmo também, a conhecer um período que não estava usando a mesma como esclavo, principalmente worden dan capturagen en dan después de guerra, dan dat we dat usen dan como cativo. Si, te importante para nos bisesaki, ku esclavitud ku nosa conoce de área de Caribe, note esclavitud ku nosa conoce na Europa, note esclavitud tampoco ku nosa conoce na África. Por si arte importante para nos bisesaki lo siguiente tambe, ku na Europa, por ejemplo, asunto de esclavitud, un tabo de nada de hasi ku colo, wordt dat maas een serviente. En serviente, dat kan ons bijzien, hoe op die possibiliteit, maar toch, nonobstante, hoe wordt het katibo, hoe we poren avanzar socialmente in de communiteit. Na Afrika dan ook, tabat in katibo wel, maar ayanang, no tabat te zien aqui, hoe katibo nang, no tabat te worden considerat como gente, como humano, y tratar dan ook como tal. Maar, para promover via de área de Caribe para ganhar que o trabalho introduzir um tipo de esclavitud caminho da esclavo não da gente esclavo da um objeto está então isso é tão novo para a área de Caribe. Slaven die niet worden doorverkocht zullen de kern gaan vormen van de gekleurde bevolking van een eiland als Curaçao. Desahogo. La única forma de apoyar mi protesta, la única forma que no puedo desahogar, no es aliviar la pena. Migoto tamele. Sommige Antilliaanse cultuurvormen stammen uit die eerste slavenperiode. Er zijn liederen en dansen die ontstonden als slaven in het geheim bijeenkwamen op een afgelegen hoek van de plantage. Como quiero que son tabata ben negativo. Sin tener cuenta con nada,
esta si un si tiene un mujer que tiene un hombre que tiene yo que me en una dentata esta vende tata es una que la desamparo y pese nan a canta es un frase que te repetí constantemente cativo de galinha mama cativo de galinha y ese nanta que la canta ora largo de pese é um coxo, todo isso é típico africano. Então, dentro da cantica, aí, bota assim, claro, é lamento para sobre não estar desogado também com a vergonha que não está passando para sobre não estar como se queira, não estar batendo gente, não estar batendo orgulho, não estar batendo amor, não estar batendo sentimento. Então, esse aí, bota ganha, a mim está ganha, dentro é só uma cantica aí, es un más original de cativo de galinha, mama, cativo de galinha. Que tú vas a repetir, es mismo un coso. Y me te imaginaba con un ángulo por ahí canta el coso, hora largo como desahogo. De tamboedans was een soort schokbeweging op de hakken, die een transtoestand veroorzaakte. Ese itabaja, lo itabaja tambe, è sentimento di pena e sello di alivio. Vandaag hoort de tamboe al bijna tot de folklore, maar nog niet helemaal. Daarvoor ligt de tragiek ervan toch nog te vers in het geheugen. Zeventig jaar na de bezetting door de Nederlanders is op Curaçao veel veranderd. Aan de monding van de Sint-Anna-baai ligt Willemstad. Links het centrum, aan de andere kant een woonbuurt, Otrobanda. In het fort Amsterdam zetelt de West-Indische Compagnie. En midden in de stadskern, Punda, staan hier en daar nog de resten van huizen uit die 18e eeuw. Hun Hollandse afkomst is duidelijk. De gele ijzelsteentjes hadden op de leeg binnengekomen schepen als ballast gediend. En verder is dan al aan de menging van bouwstijlen te zien hoe deze stad een kruispunt gaat worden van allerlei invloeden. Nederlandse, de Spaanse, de Zuid-Amerikaanse, de tropische. Midden in Willemstad staan nu nog ruïnes, overwoekerd door onkruid. Deze huizen zijn niet overgedragen, ze zijn niet afgebroken, ze gingen gewoon langzaam dood. En toch is te hopen dat ze nog gerestaureerd kunnen worden. Een dankbare taak voor monumentenzorg. Een stad die zich van zichzelf bewust is, moet altijd zijn verleden intact houden, wat er ook gebeurd is. Datzelfde Punda is vandaag, net als vroeger, een drukke handelswijk. Hij is springlevend. Een magneet voor zakenmensen en toeristen. Een echt centrum. Sommige zaken worden nog geleid door dezelfde families die in de 17e eeuw de handel tot bloei brachten. De Sefardische Joden. Hun synagoge, Mikwe Israël, gebouwd naar het model van de Portugese esnoga in Amsterdam, is een bewijs van hun werkkracht en succes. Het oudste Joodse bedehuis op het westelijk halfrond. Deze gemeente werd in de 18e eeuw de grootste van de nieuwe wereld en de rijkste. Nog elk jaar klinkt op Grote Verzoendag in de synagoge van New York een dankgebed voor de bijstand die ooit vanuit Curaçao aan die gemeente werd gegeven. Want de contacten met Joden in andere landen waren heel intensief. En die internationale relaties waren niet alleen kerkelijk van aard. Familieleden in Europa en Amerika waren vertrouwde overzeese contactpersonen voor de Joden hier. Daardoor, en door hun grote affiniteit met de Caribische wereld, konden zij succes boeken waar de West-Indische Compagnie bleek te falen.
De Hollanders bleef niets anders over dan zich vasthouden aan de slavenhandel. Ese era el negocio principal que Westense compañía hace, dos era negocio creativo. Y estaba de un monopolio de nanta, no solo para ese negocio, nanta permitía otro vender en tren. Lo que yo di una asina dedicada a comercio de mercancía. Nanta trece mercancía manufacturada for de Holanda, for de Amsterdam, for de London, for de Hamburg, todo lo que tenía amigos, familia. Nanta trece de Lisboa y de Madrid también. Pero Westense y su compañía a oponer contra la actividad económica aquí. In generaal, no, però in caso specifico della storia, sì. Da tin direttor di diverse compagnie, da tin negozi in un mese, e nanta ta hai di una maniera competitor. E se nanta vada, nanta gusto, ma c'è. E per me un opone, ta è un cammin da direttor con nos, abini, corso, poi c'è, che tu stai facendo. Peter stai facendo, a un dia non sbisa, ta vado antisemita. E la scrive un carta na diverse compagnie, bisa, con chi con l'antatrese e colono di un'acqua, con una razza bajo e vil, e un po' confiano. E questa compagnia poneva sul locale, scrive un carta bag, dice no, potete donare protezione con nostra primitina, e potete donare natura e privilegio con nostra primitina, e non schepano colonizzare questo. Zo kwam er op Curaçao een structuur. Handel en scheepvaart grotendeels in handen van Joodse ingezetenen. De taak van de West-Indische Compagnie, hoewel oorspronkelijk een handelsbedrijf, werd meer en meer het bestuur, het gezag en militaire zaken. De inkomsten kwamen uit hun monopolie op de scheepvaart naar Nederland en natuurlijk uit de slavenhandel. En er was nog een groep onzichtbare mensen. Dat waren de slaven die niet verhandeld werden, maar die voorgoed op het eiland zouden achterblijven, als werkkracht op de plantages. Er waren een stuk of 100 landgoederen, voor een deel eigendom van de compagnie. De overige waren van particuliere protestantse of Joodse eigenaars. Verdiend werd er niet, maar het gaf groot sociaal prestige. Op deze, zo moeilijk te bewerken gronden in de moordende hitte, leefden dan in de 18e eeuw de zwarten die de kern zouden vormen van de Antilliaanse bevolking van latere tijd. In het huis woonde de landheer. En nog vaak in het zwart geklede figuur. De John, die alles te zeggen had. Over het werk, over het leven, over de mannen en de vrouwen. Met de keren ku hopi bes el lokwal ku e maestro tabatasie e internamente tabata komisie palavlende tabata verwerken kosik in een andere manier dus ora ke maestro keren si met abusadi je e tabata hari maestro so rapporta el lokwal ke maestro pidihasi e no asie ne forma ku e maestro ta keren ke lasie. Ora il maestro chiede che il maestro tiene gara, lo ga e la peurica il maestro e banda di un'altra maniera. E la cuoca bella bella, sì, sì. Mi chiede che sa chi è un fattore che mi chiede che aiuta e razza chi per sopravvivere. E mi chiede che per noi è molto importante per accentuare questa chi anche. E vigore interno che razza chi ha tempo a chiede. Para sobreviver, non obstante, tudo o sofrimento na de período de escravidão. Se me cava, we, lo me cava, manhã, e. Se será, solteira, miserable. Mensen zonder zang bestaan niet. Zeker geen arme mensen. En zeker geen slaven. De arbeidszang van hedendaagse vissers op Curaçao is regelrecht verwant aan de zang van deze folkloristische groep op Bonaire. En allebei komen ze voort uit die oude, ongebroken geestkracht van vroeger eeuwen. En een heel bijzondere rol daarbij wordt gespeeld
door de taal. De taal, het Papiamento, wordt vrijwel nergens anders ter wereld gesproken dan op de Benedenwindse eilanden. Twee eeuwen lang is het niet erkend geweest. Het was de geheimtaal van de slaven. En ook in latere tijden bleef het Papiamento de volkstaal. Niet het Nederlands. Dat bleef de taal van het gezag en de protestantse kerk. En tevens was Papiamento de taal van de volksverhalen. Ook die gingen altijd over onvrijheid en de noodzaak te overleven. Het symbool van overleving in de volksverhalen is de Nancy. Oorspronkelijk een Afrikaanse spin, maar in die verhalen geworden tot een slimme held die altijd oplossingen vindt in onmogelijke situaties. Sibo sibon, tamalo. Sibo simalo, tambe tamalo. Kemen nano notabatin alternativa. Inang mestir aganya constantemente. I Nancy tabatapanang e herwe. E persona con e arte di mas grandi. Con nek chong. Fiorei di ma punta chi fate baka? La reia ma veterinario binwa chi fate baka. Nan ahabri e subarika na e nada. Fiorei che reta tres fiu e tapata bai haia. Aga pusta. Aha. Orei. Nan akosaka su shiri shiri benta pa fo. Loga Nancy tapata ding estoma. Nem com aha. Ora, Nancy, que sempre está cá na armada, estava tendo um cuchu. Ela abre e mandou sale, pô. Ela sale, ela olha, olha, tem nuene, está cá, pô. Ela vai chorar e diz, chorei. Chorei, mira, que você me deu, Nancy, comi. Me estava, me sempre que um banho, me inta, me estava, e banho de bobaia, não abenta, mandou arriba a mim. E ora, ela... Eu já digo que dispensar não, bem Nancy, me dá comprar flus novo para você, botar banho para você, para você banho novo, limpo. Ela banha, por favor. Het opvallende is dat Papiamento nooit is verdrongen door het Nederlands. Ook niet toen al bleek dat plantagecultuur in dit hete klimaat nooit wat zou worden. Het Papiamento werd tot taal van de hele bevolking, ook buiten de plantages. En het werd uiteindelijk erkend en het is bestudeerd tot in zijn diepste Afrikaanse oorsprong. Bom, tinha uma grande maioria que vinha de África. E não estava tendo um meio de comunicação cava. Esse é o afro-português de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé. Tudo isso não caminha, não estava da grupa e esclavo, não, porque não transporta, não. Então, o português não é caça imediatamente como é preto de África. Então, foi o primeiro contacto, quando diz 4, 60, não é? A nasceu uma raça mulato de um contacto direto. Então, a raça mulata a começar papia e idioma africano, estrutura africana, a base de português. E, basicamente, foi de afro-português e holandês. E, papiamento, começou com a vida. Então, depois do tempo, bota behind a dor de a grande quantidade de espanhol, não, aqui banda, espanhol também dentro. Uit de geschiedenis van het Papiamento blijkt hoe sterk mensen zich hechten aan een vorm en een taal waarin ze een stukje vrijheid voor zichzelf kunnen beleven. De drie andere Nederlandse eilanden waren intussen Engelstalig geworden. Het kleinste, Saba, steil, onherbergzaam. Het was het eerste bezet door Zeeuwse kolonisten, midden 17e eeuw. Later gevolgd door onder andere Engelsen. Er woonden maar een paar honderd mensen. Meer blanken dan slaven. Het was ook het minst armoedig. Saba kon voor zichzelf zorgen en het beleefde daarin een soort vrijheidsgevoel. Een kleine 50 kilometer naar het noorden lag Sint Maarten. Er woonden ongeveer 1800 mensen, waarvan twee derde slaven. Die werkten in de zoutpannen en op particuliere plantages voor de verbouw van onder andere suiker en katoen. Het meest interessante verhaal van de bovenwinden echter betreft een eiland dat, als zo vaak op de Antillen, werd meegesleept in het wereldgebeuren. In 1767 begint de Amerikaanse vrijheidsoorlog tegen Engeland met een blokkade van de Amerikaanse kust als gevolg. De rebellen zoeken een steunpunt buiten die blokkadegordel om hun wapens en buskruid te kunnen invoeren, in ruil voor hun eigen producten. En dat steunpunt wordt een piepklein Nederlands eilandje. Dat daarmee tijdelijk uitgroeit tot een soort wereldhandelscentrum. Sint Eustatius.
Het eiland was op dat moment al in een zekere bloei door smokkel met de eilanden in de buurt. De hoofdplaats, Oranjestad, was eigenlijk een eenzaam dorp met kleinzielige ruzies tussen blanke families, waar notabelen elkaar in de regenbak opsloten, waar de dominee handelde in slaven en waar de plaatselijke autoriteiten de voorschriften van de compagnie aan hun laars lapten. Die plaats zou vanaf 1750 uitgroeien tot een handelscentrum. En wie in die jaren per schip aankwam op deze beschutte reede, zag geen kale rotsen en rustieke boompartijen, maar honderden pakhuizen. Doordat de omliggende eilanden behoorden aan Engeland, Spanje en Frankrijk, die met elkaar in oorlog waren en Nederland in die conflicten neutraal was, werd Sint Eustatius, net als Zwitserland in de 20e eeuw, een internationaal knooppunt. Op 16 november 1776 ziet de bemanning van dit fort een gewapende brigantijn op de reede verschijnen onder een onbekende vlag. Vanaf het fort wordt de commandeur van het eiland gevraagd hoe te handelen. En deze, Johannes de Graaf, geeft opdracht het schip te groeten als elk vreemd schip. Er worden dus de gebruikelijke saluutschoten uitgewisseld. Maar dan blijkt dat het schip de vlag voert van de Amerikaanse opstandelingen. De Amerikanen hebben het saluut opgevat als een erkenning van hun vlag. En zo ging Sint Eustatius de geschiedenis in als het eerste land dat de Verenigde Staten heeft erkend. Althans gegroet, een gelukkig misverstand. Al gauw telt men hier 3.000 tot 4.000 scheepsafvaarten per jaar. In Amsterdam arriveren 3 keer zoveel schepen uit Sint Eustatius als uit Curaçao. En niet alleen wapens en buskruid voor Amerika gaan via het eiland, maar ook suiker en koffie en werktuig en textiel. Sint Eustatius heet bij de zeelui de Gouden Rots. De Engelsen zijn woedend. Als de 4e Engelse oorlog uitbreekt, krijgt de admiraal Charles Rodney opdracht om voorgoed met die Golden Rock af te rekenen. Op 3 februari 1781 verschijnt hij met 27 schepen en 3000 soldaten. Ter verdediging 50 Nederlandse militairen, die op dat moment nog niet eens wisten dat er een oorlog met Engeland was. Zonder slag of stoot gaat Rodney aan land, waar hij een schrikbewind instelt. Alle goederen en schepen worden verbeurd verklaard. Alle kooplieden worden uitgewezen. Sint Eustatius lijkt vernietigd. Maar kort daarna komt het eiland onder Frans en daarna onder Nederlands bestuur toch nog even weer tot bloei. Maar 10 jaar later is het echt afgelopen. En zo is het nu. Sint Eustatius werd een eiland van ruïnes. En een paradijs voor archeologen. They go about the... Is there something sticking out here? This is what? We call this pearl whale. Pearl whale. Also known as Delft blue, right? No. No? This is not this Delft blue? This is transfer print pearl whale. Transfer print. De verdwijning van de vroegere welvaart is onthutsend totaal. Bijvoorbeeld, bij de inval van Rodney waren er 101 Joodse kooplieden. Een aantal werd gedeporteerd. Van de overige werden de bezittingen afgenomen. En na 1795 is er van die Joodse gemeente niets meer over. Het kerkhof is door Amerikaanse archeologen gerestaureerd. De ruïne van de synagoge is geconserveerd. Naast de Joodse synagoge staat de ruïne van de gereformeerde kerk. Ook al jaren in onbruik, eenvoudig omdat er geen gemeente meer was. Geen blanke gemeente. Zwarten hadden tot deze kerk geen toegang. Maar al die verlaten kerkhoven en kerken, pakhuizen en slavenverblijven symboliseren in feite de kwetsbaarheid van de Antillen.
Ze zijn altijd afhankelijk van wat anderen op die eilanden komen doen. It seems that most the inhabitants were here mainly for wealth. They were never really interested in residing here. They just use this as a trading center. Even the upkeep of the forts were neglected. When Rodney came, there were hardly any shots were fired because that's how the fort is in existence now. They were only concerned in making money and not even defending the island. Het steekt de Stacianen dat op hun eiland anderen rijk werden en toen vertrokken. Ooit woonden er bijna 8000 mensen, nu 1800. En dat zijn dan de echte Antillianen. Uit hedendaagse gemeente is een historische stichting voortgekomen die niet alleen wil oplappen wat er was. Ze wil dat die oude spirit weer terugkomt. Maar dan bij de vaste bewoners. Something else could be done to this island. Because we know in many years gone by, Stacia was one of the richest ports they had around here. We do a lot of trading. And with all these warehouse ruins, you can see it was a busy port. And maybe we can't have back the same port, but we do need something. Na de Amerikaanse onafhankelijkheid en de opheffing van de blokkade is Sint-Eustatius als contrabandehaven niet meer nodig geweest. Het is door het wereldgebeuren losgelaten. Wat voor de bovenwindse eilanden de invloed van de Verenigde Staten zou zijn, was voor de benedenwindse eilanden de invloed van Zuid-Amerika. In de 18e eeuw nog een Spaanse kolonie en tevens de plaats waar ooit per kano de Indianen vandaan waren gekomen. Het is bekend dat velen diezelfde tocht terug hebben ondernomen, weg van de Antillen, terug naar de verwante stamgenoten op het gigantische vasteland. Dit is Venezuela. Dit is Coro, vlak tegenover Curaçao en Aruba. Een herinnering aan de macht van Spanje. Deskundigen kunnen aan de stijl van sommige gebouwen invloeden onderkennen van Curaçao. Zelfs indirect van Nederland. Men schrijft dat toe aan Curaçaose arbeiders die in vroeger eeuwen hierheen waren gevlucht en in hun werk de stijl van het eiland toepasten. De bevolking van Coro is ontstaan door menging van Indiaans en Spaans bloed. Ze waren dus ook verwant aan de Indiaanse bewoners van de Antillen. In de kathedraal van Coro bestaat nog een document over de stichting van een dorp speciaal voor Indianen van Aruba die hierheen waren gevlucht. De kerk van deze gemeente bestaat nog steeds. Al 250 jaar is het gebouw goed onderhouden. Als levend bewijs van de vele banden tussen Arubaanse Indianen en het vasteland. In 1750 bepaalt de Spaanse koning dat slaven die arriveren op dit grondgebied de facto vrij zijn en niet zullen worden uitgeleverd, onder voorwaarde dat ze katholiek worden. Sindsdien zijn honderden Curaçaose negers naar deze kust gevlucht, waar ze aparte dorpen krijgen. Dit is er zo een, Santa Maria de la Chapa. Ook nu nog is te zien dat de mensen hier niet van Indianen afstammen, maar van Afrikaanse zwarten. Op 17 april 1795 ontstaat onder deze ex-slaven een opstand die door de Spanjaarden bloedig wordt neergeslagen. Enkele aanvoerders vluchten naar Curaçao. Onder hen ene Bastien Carpata. Het is de tijd van de Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Op 17 augustus begint op deze Curaçaose plantage Knip een opstand. De leider heet Tula. Tegenwoordig wordt elk jaar op 17 augustus een herdenking gehouden van de vrijheidsroep die in 1795 op het eiland heeft geklonken. Op diverse plaatsen verlieten slaven hun werk en ze trokken de bossen in. Vee werd gestolen, plantages werden geplunderd, een blanke onderwijzer werd vermoord. Binnen een paar weken waren ongeveer 1000 weggelopen slaven bijeen in de bossen op Westpunt. Twee aanvallen van Nederlandse militairen werden afgeslagen.
De koloniale raad besloot het militaire apparaat onder gezag te plaatsen van één krachtige officier, kapitein van Westerholt. Deze nam in zijn gevolg een pater mee, Jacobus Schink, die met de rebellen probeerde te praten. Nog heden ten dagen wordt herdacht wat deze vredestichter van Tula te horen kreeg. Tula tabise, pader, nanga maltrata y tormentanos basta caba. Tanos libertad nos que, nos no que hace nguende malo. Pader, nos turnta binde mesum Adam y Eva, de quanto un tachon y otro tacatibu. Ata e catibu nan di Francia, estes nan na Haiti, ata na yana libertad, y Francia a apoderar de Holanda, pues nos tambe meseanos libertad. De afloop was voorspelbaar. Van Westerholt versloeg de slaven met geweld en de leiders Tula en Carpata werden door enkele van hun volgelingen aangegeven toen er een prijs op hun hoofd was gesteld. Ze werden na het gebruik van die tijd in het openbaar geëxecuteerd. Carpata digo wacto recos aquí, pa después e pasa en mes un castigo. Nang acaba que líder nang. Qui nos posinha fueres aquí, que nos tambe tinku basa nos mes riba el lucha di e catibu nang aquí, comprendiendo que un mester brinda contra tu forma de injusticia, de maltrato y de opresión. Het is typerend voor het ingewikkelde Curaçao dat precies hetzelfde soort vrijheidsgedachten nog geen 10 jaar later het leven bepalen van 2 andere Curaçaonaars. Op dat moment wordt het eiland geteisterd door een Engelse blokkade. Er is oorlog, honger en ellende. Op het eiland woont dan een jonge reder die in Nederland is opgeleid, Louis Brion. En hij durfde het aan om de vrijwel ontoegankelijke Sint-Joris-baai aan de noordkant van het eiland binnen te zeilen met een schip vol voedsel. Dit is dus een moedige man met een vrijheidsideaal. Maar hij staat gewoon aan de kant van het gouvernement. Hij wordt ook kapitein bij de infanterie der Nationale Garde. En hij is belast met de vorming van een soort burgerwacht van wat toen heette gesoldeerde inlandse jagers. Betaalde zwarte soldaten in Nederlandse dienst. De militaire bezigheden waren overigens geen operettewerk. Er werd wel degelijk hard gevochten. Als Brion commandant is van dit fort Bekenburg, zijn de Engelsen weer geland op Curaçao. Dat is in 1805. En Brion bestormt de vijand, die zich heeft verschanst op de Cabrieteberg. De bestorming lukt door met 120 man onder de dode hoek van de berg door naar boven te klimmen en zo de slag bij verrassing te winnen. Het lukt de Engelsen een paar maanden later wel om de Sint-Anna-baai binnen te vallen. En dan geven de verdedigers zich over. Curaçao komt onder Engelse heerschappij en Brion wordt weer gewoon scheepsbouwer. Maar waar het om gaat is, hij blijft politiek hevig bewust. Hij zal zich als scheepsbouwer en later zelfs als admiraal scharen aan de zijde van Simón Bolívar, de man die wereldgeschiedenis maakte. Na een eerste mislukte opstand in 1812 tegen Spanje is Bolívar gevlucht naar Curaçao. In dit huis aan de Penstraat waar zijn 2 zusters woonden is hij vaak te gast. Hier kan hij zich concentreren op zijn roeping, de bevrijding van het gebied van het latere Venezuela en Colombia. Hier vandaan schreef hij zijn medestanders om ze te inspireren en de verdere strijd voor te bereiden. In die tijd is een andere Curaçaoenaar actief in het revolutionaire leger van Venezuela, Manuel Piar. Hij brengt het zelfs tot generaal, met als beroemdste wapenfeit de overwinning bij San Feliz, waardoor de belangrijke provincie Guyana wordt ontsloten. De tragiek wil echter dat Piar in conflict raakt met Bolívar. En hij komt voor een krijgsraad, nota bene voorgezeten door zijn eigen landgenoot Brion. Piar wordt ter dood veroordeeld wegens insubordinatie, maar Brion zelf valt later ook plotseling in ongenade. Een vreemd en nooit helemaal opgehelderd einde van 2 jongens van het Nederlandse eiland die doorstoten naar de wereldgeschiedenis. Want uiteindelijk staan hun beelden wel te midden van die van de nationale helden van Venezuela op het grote bevrijdingsmonument in de hoofdstad Caracas. Het is 1827.
In Europa zijn Franse revolutie en Napoleontische tijd afgelopen. En Nederland heeft zijn kolonie in de West weer terug. De Antillen vallen voorlopig onder de gouverneur-generaal van Paramaribo. Koning Willem I verwacht veel van Curaçao, dat nu een vrijhaven is. De bevolking bestaat voor de helft uit slaven en aan de top van de samenleving voor 1/5 uit blanken. Deels Nederlandse ambtenaren en militairen en verder kooplieden, Europese en Joodse. En dan zijn er ongeveer 30% vrij geworden gekleurde mensen. Veelal werkend in ambachten en in de kleinhandel en als huispersoneel. De economie rust op handel, bankwezen en scheepvaart. Welvaart valt slechts toe aan enkele families. De kleinkinderen van de hardwerkende kooplui uit de 18e eeuw hebben zich nu een luxe levensstijl aangemeten. Vandaag nog te zien aan de prachtige nieuwbouw op Schaarlo. Die stijl is sterk Europees. De mode is Europees. En in de balzalen spelen huisorkestjes de nieuwste Franse en Weense dansmuziek. Dat welgestelde leven is overigens wel beperkt tot de stad. Buiten, op de nog steeds onrendabele plantages, heerst stilte en eentonigheid. En nog steeds is er de slavernij. Zwarte Antillianen blijven ondanks onderdrukking en Europese beïnvloeding intensief vasthouden aan hun eigen taal en cultuur. De música de africano nan heeft een rol enorme, maar het is instrument principal, het instrument van de papia. De ritmo nan europeo, het instrument die niet heeft nada de asi. Estava da proibir, que me entende em secreto, mas era o que? E não proibir na casa de ninguém gente de cuta de origem europeu, não os papéis assim. E ritmo não vals, polka, dança, mazurka, de origem europeu, não está ganha um desenvolvimento ora é africano, michigunê. É verdade? É dono, é chão, está ponendo toca na sua casa. Suscibidão não está, mas está o que? E basta não assim, um ritmo que tá basta simples. Pa, 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 da verdade? Pero é homem preto com sua influência, su sentido para ritmo, assim avançar, é tá cambia, tá virar. Pa, 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 pa. Zo ontstond in de vorige eeuw een zelfstandige Antilliaanse cultuur. Een versmelting van Europese en Afrikaanse ritmes en dansen, die tot op de huidige dag is blijven voortgaan. Juli 1863, een historisch moment. Afschaffing van de slavernij. Na jaren van actie en bezinning maakt Nederland als één na laatste Europese natie een eind aan dit systeem. In totaal 11.500 slaven komen vrij. Kosten bijna 12 miljoen gulden. En er is feest. Op Sint Eustatius houden de ex-slaven een gekostumeerde cricketwedstrijd. En op Sint Maarten zingen ze Wie Nederlands bloed door de aderen vloeit, in het Engels. Het is een feest met een bijsmaak. Rijn Hollandees, Adunanang en Libertate, Kinang, in ons bobise, en nota wat de verdad. Maar die andere banden, met de keren zie ik, dat we een libertad, op hier relativo, nang een keer de tog, después de emancipatie, die je zo zei stress, immediat meer después die je veert je, nang een keer de hoop independiente. De zwarten staan nu vrij in de maatschappij, maar wel op de onderste tree van de ladder. Doordat vroegere slavenhouders niet meer verplicht zijn voor hun slaven te zorgen, komen die broodeloos op straat te staan.
Sommigen vertrekken naar het vasteland, maar voor de meesten zit er niets anders op dan te blijven op het land van hun vroegere eigenaar en daarvoor te betalen met arbeid. It was rather miserable in the beginning because the slaves were left with little skills, with little connection for marketing and with little administrative knowledge. As a matter of fact, little or nothing. Essentially, they were left in a worse situation than before. Materially, in terms of being able to take care of themselves, in terms of having somebody to take care of them, then I'll say yes, they were worse off. But essentially, they were much better off because now they were in a position to become themselves, to be able to develop themselves as person. Op de benedenwinden was het voor vrijgelatenen doorgaans onmogelijk een vruchtbaar stukje land te pachten. Op de bovenwinden ging het iets soepeler, bijvoorbeeld op Sint Maarten. In comparison to the larger islands, there was not a very fierce relationship between the races on the island. From the relationship of the older white families and the black families, you don't have that. You have like a kinship between them, because I think that the white people in those days were very much what I would say, they like very much the people that work for them, and slavery were not that harsh as it was in the larger islands. So there was very early, and that is what we gathered from the relationship that we have inherited from the white families of this island and the black families, there is more like a kinship between them. Dit was vroeger een van de 26 grote plantages op Sint Maarten, Rockland Estate. Eeuwenlang bezit van één familie. Uiteindelijk werd het verkocht aan een man die ooit als keukenjongen hier was komen werken. Vandaag zijn zijn herinneringen versmolten tot een oude mannen nostalgie. Die niet te min historisch juist schijnt te zijn. They were maids and there were people employed out to mowing the cattle and see after the milk and people of fishermen. Everybody was occupied. They would tell you about molasses, what they use, and so they were happy days for those people. Of course they were poorer than now, but they were still happy. Het einde van de slavernij betekende voor Sint Maarten wel het einde van de plantagecultuur. Veel grond werd verkocht of zelfs geschonken aan vrije zwarte boeren. Plantage-eigenaars verarmden of schakelden over op de handel. In feite voelde blank Sint Maarten zich miskend en verlaten. De zwarten trachten zich te schikken in de gestage ondergang en versnippering van de oude landbouwsamenleving. There used to be 150... 200 cattle on this estate. They had horses, about 25, 30 horses. They sold them all. Before time, years gone by, you would meet a poor man with 6 or 7 cattle. Today, a man ain't looking for no cattle. He don't want any. Tell him, sell them, sell them. You don't want to see that. You are, like, you, every man, partly in St. Martin, used to have a horse. Riding a horse. Today, every fella got a motorcar. Op het einde van de vorige eeuw wordt Sint Maarten steeds armer. Voor zover zwarten op de restanten van de plantages geen werk vinden, trekken ze weg naar omliggende eilanden. Vooraanstaande families hebben een huis of een winkel in de hoofdplaats, Philipsburg. Het eilandbestuur valt nu onder de gouverneur van Curaçao en voelt zich verwaarloosd. Er gaan stemmen op om zich van de kolonie af te scheiden. Maar hoe, weet niemand. Eén inwoner schrijft aan de Amerikaanse president met het voorstel Sint Maarten op te nemen in de Verenigde Staten. Geen antwoord. Ook op het op 60 kilometer afstand gelegen Sint Eustatius betekent afschaffing van de slavernij het einde van de plantages. Aan de voet van de berg zijn nu nog in de begroeiing de percelen herkenbaar van vroegere cultures. Die unieke verleden tijd leeft nu alleen nog in de herinnering van oude mensen. The kids, they would sit down nights and tell you a lot of the stories, the things that happened in their time, you know.
And so we learn from the people that actually came out of slavery. Each state had their own housing for their slaves. Man, wife, and children together? Yeah, they lived together. They lived together. And something that was pretty ridiculous, that were told that the big men, they almost rent out the big men like animals to make children because their children was value more than a small guy. So a little small fella, he had an awful time making children around, you know, because the big men have all the privilege to make children that because they were bigger and could be sold for more money. If you were building a house and all the carpenters was coming on the off day and they would put up that house for you, and on the farm when they were reaping the crops, each farmer would go and help the other guy to take in the yam crops and the work and help each other, you know. It was just, you help me and I help you. It was more togetherness with them then than what it is now. Well, after the slaves got free, well, I think they all lived together. Yeah. No immodesty against each other, because many of the slaves, I heard, had to give the slaveholders tobacco to smoke because he got poor and he didn't have money to buy tobacco. So when they work, they buy tobacco and they give him to smoke. They had one at Golden Rock, they call him Mr. Moore. And they say he was a wicked old fellow. But they claim to say that the slaveholders, they worked the slaves, but they fed them well. Oh. Yeah, they fed them well. They had an old fellow in Golden Rock, they call him Jim. Oh. And it seems as if the estate holder, the landholder, Mr. Moore, had some grudge against him. And he always wanted to whip Jim. The whip man was hackless. So anytime he's finished eat and he having a smoke, he would sit. I remember the old window that he used to sit in. He showed me. And it was a big tamarind tree right outside the house, close to this window, and he used to sit there and smoke. He said now, when he want fun and he finished eat and he want a smoke, he light a cigar. And he called the whipman to bring Jim. He said, Hack, bring Jim. And they would bring old Jim. And they would tie him a rope up in the tree, and it would come down and tie Jim around his waist. And he can't go no further than where that rope would let him go. And he would keep whipping. So when he started whipping him, he asked, well, how many lashes to give him? Sometimes he say, give him a round dozen. A round dozen, meaning 12 times 12 is 144, 144 lashes. Mm. So give him a round dozen. Sometime he would say, well, give him as much as I take a puff. But each puff he take from his cigar is a lash for Jim. He could get away with that? Hmm? He could get away with that, just that, well, like he was a slave. He was the owner of the slave. One time they was beating him, and the wife of that slaveholder was going to town. Mr. Moore's wife was going to town. And they was just beating him. And she went to town. And when she came back, she just reached in time to hear the husband say, bring Jim. And she stepped forward. She said, no. From today, nobody put the hand on Jim. Lay your hands off. Nobody touch Jim. And from that day, Jim never get beat again. He go to the sea. He catch fish. And everything for the home, but he was like a free slave around the home. Those stories are history. Is that completely disappeared now? Well, yes. Hostility? Yes, yes, yes. Mm-hmm. Because a man now stands as a man, meaning you can't handle me the way you want to. But with good Christian feeling, one fellow doesn't argue with the other. If we don't agree, we disagree by I give you my back and you give me yours. We turn away from each other. But that time was slavery. You was bought by the price. You were selected. They come to buy slaves. They buy you. They put you to work. They see that you is an able body. They put you to work and you work. That's what they the slaveholders live off, because you plant the ground and all the things like that, and they reap and sell because you belong to them. Yes, that's why they have so much of bad English
spoken around the different places. The slaves used to use that kind of language, not for the boss to understand. They had a language of their own? Yes, they break the English up, that yeah. The boss won't understand it. Gedurende de 12 dagen dat ik op Sint-Eustatius was, werd ik grotendeels teruggebracht van het vooroordeel, hetwelk ik omtrent de behandeling der slaven in West-Indië bezat. Ik zag wel de afstand tussen de kleuren blank en zwart. Zo vraagde mijn reisgenoot en ik waar ergens een haarsnijder woonde. Toen men ons er een wees en wij beweging maakten daar deze te gaan, zeide de vrouw van den huize waarin we ons bevonden: de heren schijnen niet te weten dat die haarsnijder een man van de kleur is en dat de heren dus niet wel in zijn huis wezen kunnen. Stacia zat gevangen in het langzame ritme van een historische plaats die uitnodigt tot bespiegeling. Bij de ruïnes van de 18e eeuw voegden zich inmiddels de ruïnes van 19e eeuwse woningen. Eeuwenlang was Saba een eiland zonder haven en zonder stranden. Zeker zo'n 4000 jaar lang had ieder die vanaf de waterkant in Saba's dorpen wilde komen 250 meter omhoog moeten klimmen, langs richels en stenen. Pas in 1934 is één stuk cementen trap aangelegd. Wegen waren hier bijna allemaal trappen, steil en glad, met ongelijke treden die een regelmatige klim onmogelijk maakten. Een van de oudste inwoners was tot voor kort Rebecca Livingstone, 88 jaar, moeder van 15 kinderen. Zij groeide op in die tijd van het eindeloze trappenklimmen. When a boat would come, you would go to the bay and you'd get a load on your head, you'd bring it up and carry it to Hatsfield's Hill Gate. On your head, from the Ford Bay at Ladder Bay. And how would you reach there? How would you reach from this one place? You got to walk. You had to walk it on foot. How long did it take you for you to get there? hours. Sometimes it'd be the day. And only getting him 60 cents. Een van haar herinneringen betreft een Nederlandse gouverneur-generaal die bij zijn bezoek aan het eiland al zijn bezittingen omhoog wilde hebben. Alle bezittingen, dat wil zeggen inclusief zijn eigen meubilair. And the big table was for the dining room. They asked the men to bring it. No, they said no, he wasn't bringing it. So we waited a long time. So I said to him, you want to carry it? I go carry it. And I brought it up. But don't ask nothing, it was heavy. It was pitch pine wood then, made from. And they would polish it, no? And it was shining, and he told me if I scrape it on the wall, I wouldn't get paid. If I put it on the wall, you know, to hold down, I wouldn't get paid if it got scratched. So my head started burning when I get down here by the house coming up. The first house should be coming up from the bay. I don't know if you've been down that way. Well, when I got there, my head was burning me. I say, well, I got held down here. And I look at the rock, I say, no. The table is going to get scratched. I'll go up higher. Came up higher. When I got there, I say, no. I'm going higher. So when I got up to the next house here, I say, well, I got held down here. I say, no. I go to the Talmud tree. And when I got by the Talmud tree now, I say, no, I'm going to the gap.
So I keep putting it off. When I reach the gap now, I see while I'm on the level and I'm going straight for the gas house. And when I get to the gas house, I call, I say, all of you men there, come and help me down, get this table off. And only Foggy Lady gave me to bring it up, you know. Mensen die zich op dit ruige eiland hebben willen vestigen, moeten een ongelooflijk harde ondernemingslust hebben gekend. In het begin, de 17e eeuw, waren het voornamelijk zeeuwen. Later gevolgd door Engelsen, Schotten en Ieren. En altijd waren er negerslaven. Opvallend is dat de bevolkingen zich niet mengden. Zij bleven volkomen gescheiden leven. Saba was trouwens heel lang het enige eiland met meer blanke dan zwarte inwoners. En die blanken waren geen rijke plantage-eigenaars. Het waren kleine landbouwers, later ook zeelieden, vissers, in de 18e eeuw zelfs schoenmakers. Een wonderlijk soort Nederlandse staatsburgers. Caribisch en tegelijk nog in alles nazaten van de oude Angelsaksische kolonisten. Was quiet. Everything was quiet, nothing doing, no money. How did the people live? They worked in the garden. But what did they grow? What potatoes, bananas, tanyas, yams. If you wanted to go from the bottom to the windward side. Well, we figure more or less a fella that could walk, he'd do it in 3/4 of an hour. But look. From Hell's Gate was worse. That was from way behind that ridge. You been over there? Why is it called Hell's Gate? Well, I don't know why. It must have been because it's further away from hell. Een 30 meter hoog gat in de rotswand was misschien ook wel de reden waardoor dit dorp zijn naam kreeg. Poort van de Hel, gelegen op meer dan 300 meter hoogte. Dicht bij de akkers waar de bewoners zelf hun gewassen verbouwden, grotendeels voor eigen gebruik. Sabane zorgde voor zichzelf. Voor hen die hadden no fertilizer. Everything was done by manure. Yeah. You had to carry everything in your head, manure from your home to wherever your cultivation was. Everything was carried on the head. How often would you have to do this? Every day, more or less. Every day, more or less. And you walk all day to survive. De allereenzaamste plek van het eiland lag vroeger op deze bergkam, het dorp Mary's Point. Ongeveer 70 blanke mensen die zelfs van de rest van Saba geïsoleerd leefden. Pas in 1934 is wat er toen restte van deze gesloten gemeenschap overgebracht naar de hoofdplaats van het eiland. Al in 1640 door de zeeuwen ontdekt als een geschikte plaats voor groentekweek. De Bottom, een verbastering van de Botte, een Zeeuws woord voor kom. Het is nu een plaats waar oude en nieuwe gebouwen een verwante stijl vertonen. Klassiek. Tot de oude gebouwen behoort de Wesleyan Church, een methodistengroep die eind 18e eeuw opkwam. Onder de zwarte. Al in vroegere eeuwen werd gesproken van de reinheid van de huizen. Evenals van de gewoonte om de doden te begraven op het eigen erf. Niet zo verwonderlijk op deze rotsachtige, steile bodem.
Saba heeft het ingehouden tempo van een eilandbevolking die op een heel klein oppervlak moet leven met de erfenis van het verleden. Als op alle Caribische eilanden hoort daarbij de herinnering aan de ongelijkheid van blank en zwart. Dat is nu anders. In allerlei banen werken blanken en niet-blanken. De ongelijkheid is nu afgeschaft. De herinnering eraan wordt gaandeweg geschiedenis. But God made the Negroes as well as he made a white man. We are one people. All you have to do is respect. I respect you and you respect me. And each man know his place. Is that right? You mean to say there was also a lot of disrespect between the two groups? Oh, yeah, discrimination. Discrimination. Well, some of it is still here, you know. But the white people over the hill is more friendly than those that was in the bottom, you know. Yeah, the white people over the hill was more friendly. Only saying they would not have you, the colored man, in their dance. They will invite you to a wedding, send a ticket, because they want to know that they have had so many hundred cads and so many hundred bouquets, so you will get a cad, you will get an invitation for that. Or when you die, they want a big funeral. But for their dance, you must not come nearby because you are not a class or the company for the society. I mean, I don't know if you understand me well. De eerste opgave voor eilandbewoners is altijd vreedzaam samenleven. Op zo'n eiland als Saba is te zien hoe mensen met een positieve instelling en met de levenslust van de jeugd erin slagen het verleden te overwinnen. Omdat het moet. En de goede dingen van vroeger, zoals het onderlinge hulpbetoon, die zijn behouden. En wat nooit zal verdwijnen, en integendeel zal helpen bij het overwinnen van het verleden, is die ene indrukwekkende bijzonderheid. En dat is de gehechtheid van Sabanen aan het eigen eiland. I don't know if I go away to stay. I don't think I would stay. I'd have to come back home.